Op het ogenblik is het zo dat wij met de euro voorschrijven hoe de Zuid-Europese landen zich moeten gedragen. Wij weten blijkbaar hoe je moet leven. Nou, dan moet je even gaan kijken van wie weet dat eigenlijk het beste. Ja. Een Duitser die zijn hele leven zich kapot werkt en in een betonnen flatje woont. En, uh, en als hij met pensioen gaat, uh, misschien nog een buitenlandse reis kan maken. Of een Italiaan die het hele, hele, uh, zijn hele leven lang veel aandacht aan zijn familie besteedt, een wijntje drinkt, maar geen dikke Mercedes kan rijden. Er zit een mechanisme uh, in een zelfstandige munt wat we niet meer hebben met de euro. En onze economie is nu fundamenteel uit de evenwicht. Het systeem is totaal onhoudbaar. Mijn oplossing ja. zou zijn: we moeten uit de one size fits all euro. Er moet geflexibiliseerd worden. En er zijn een heleboel oplossingen voor. En ik wil een oplossing waarbij die monetaire welvaartoptimalisatie hersteld wordt. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Holland Gold Interviews. Wij stoppen heel veel tijd en energie in deze interviews om ervoor te zorgen dat u de beste kwaliteit krijgt. En als je het leuk vindt deze interviews, dan uh, zouden we het erg waarderen als je abonneert op het kanaal en de video een, een duimpje omhoog geeft. Omhoog geeft. Dat uh, helpt ons enorm. En vandaag heb ik weer een, een heel interessant gesprek waarbij ik uh, behoorlijk de diepte inga. En ik zit met iemand die niet zo snel bij de andere media uh, aanschuift. En daarom ben ik extra blij dat hij uh, wel bij ons zit. En het is een, een, een renaissance man, iemand uh, die over heel veel onderwerpen, heel veel weet of het nou uh, energie is, klimaatverandering, thoriumcentrales of de euro. Uh, hij weet van alles wat. En uh, daarom ben ik uh, ook verheugd dat ik met hem uh, ga praten vandaag. Uh, Theo Wolters, welkom. Dankjewel. Fijn en, dat ik uitgenodigd ben. Ja, nee, hartstikke leuk dat je ook op korte termijn uh, kon komen. Je bent uh, ingenieur. En ook oprichter van stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. Ja. En je hebt de afgelopen jaar heel veel onderzoek gedaan. Uh, ja, Autonoom, zelfstandig onderzoek naar de euro. En de gevolgen van de euro voor uh, Nederlandse uh, gezinnen en, en koopkracht. En daar heb je recent uh, een, een rapport over uh, gepresenteerd. Ja. En uh, dat gaan we vandaag met jou bespreken. Want als ik jouw berekeningen mag volgen, kost de euro uh, uh, wel 18% of meer... Uh, ...aan koopkracht ja. uh, van afgelopen jaar en ook uh, de, ja, de garanties en de kosten en de leningen... ...en de steunprogramma's uh, waar we onderdeel van uitmaken... Uh, ...kosten de huishoudens uh, wel tussen de 20.000 en 70.000 euro volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Uh, dat ga je allemaal toelichten vandaag. en ja. uh, misschien eerst uh, wat meer over jezelf en hoe ben je dit, dit onderwerp uh, ingerold? Ja, ja dat... Uh... Dat zeg je goed, ingerold inderdaad. Dus met de stichting doen we veel meer. En ik, vaak werk ik er wel mee, maar zoveel mogelijk probeer ik ook uit te besteden. Dus mensen in te huren om het werk te doen. Dat, en dan ook niet zozeer mensen die het met me eens zijn. Dan krijg je een, een leuk resultaat. Dus we hebben op energiegebied bijvoorbeeld een heel groot rapport over de kosten van het energieakkoord uitgebracht. Maar de, ja, de, de euro, dat ben ik eigenlijk ingerold in de, in de, in, tijdens de eurocrisis. In 2011 uh, begon ik me zo te ergeren aan de maatregelen in Brussel dat ik uh, op een gegeven moment uh, ja, behoefte kreeg om even te vlammen in een uh, ongenuanceerd uh, blog uh, over het onderwerp. En, uh, puur intuïtief, zonder enige kennis van zaken. Maar als ik het nalees, denk ik van nou, dat was toch leuk. Ja. Toen had het mijn interesse, toen heb ik me er een tijdje in verdiept, wat meer over geschreven. En een paar jaar later heb ik uh, het eerste. Serieuze blok erover geschreven, en dat is um, het kernprobleem van onze euromunt-Unie. En als ik dat nu nalees, denk ik van nou, dat is echt heel kort, maar echt pre precies samengevat wat het probleem van de euro is. Met alles eromheen. Dus het is heel kort, maar toch staan alle sociale aspecten er ook bij. Dus daar ben ik eigenlijk nog best wel trots op. Maar 2014, hè? Toen bleef het dus in mijn hoofd zitten. Ik heb uh, uh, altijd bijgehouden, nog veel met mensen gepraat. Elke kans aangegrepen om ook in, in de Haag met mensen te praten. Um, en zo kreeg ik toch wel een heel duidelijk beeld hoe er over de euro gedacht werd en hoe fout er vaak over gedacht werd. En ook rijpte in mijn hoog, hoofd, want ik ben natuurlijk ingenieur, ik zoek altijd naar de mechanismen achter dingen. En ik durf pas het idee te hebben dat ik het snap als ik de mechanismen erachter snap. En um, ja, dus ik ben geen econoom, dus ik heb geen enkele gezag op dit gebied. Maar uh, misschien kan ik toch wat toevoegen omdat ik als ingenieur naar de economie kijk en dan toch tot tot andere constateringen komt, denk ik. Ja. En dus gaan we vandaag kijken in hoeverre dat, <laughs> dat klopt. Ja, want je hebt ook zelfs al nagedacht over uh, eventuele oplossingen. Daar, daar kunnen we niet te veel over zeggen nog vandaag, want dat is work in progress. Ja. Maar daar zullen we op het laatst misschien iets, iets over zeggen. Ja, dat, is, dat is natuurlijk uh, eigen aan de ingenieur. Je analyseert een probleem om het op te lossen. Ja. Dus wij kunnen er niet over nadenken en dan uh, zeggen: van, oh, het is een groot probleem. En dan <laughs> dat kan je niet. Nee. Je moet ook zeggen wat de oplossing is. Dus daar ben ik wel aan bezig, maar dat is nog niet voorgelegd aan. Uh, nog aan niet één van de reviewers, dus dat is nee. uh, prematuur. Ja. En over wat er dan in staat staan, kunnen we het aan het eind nog wel even. Zeker. Ja. Maar het is interessant. Ik heb nu best wel wat ingenieurs uh, gesproken die allemaal op hun eigen manier uh, naar het systeem gingen kijken, omdat ze zagen dat het gewoon niet uh, voldoende goed werkte. Of dat er allerlei uh, vervelende bijwerkingen waren. Ja. Nou, jij zit hier natuurlijk. Ik heb met André de Dam gesproken. Maar hier ook Kaya. Uh, Sean Wanning is natuurlijk ook een, een beta. Um, allerlei mensen die eigenlijk allemaal... een beetje tot, soort tot dezelfde conclusies komen. Dat ja. de euro... Als zodanig niet een goede oplossing is. Niemand voor niemand niet. Niet, niet voor de, de noordelijke landen, maar net zo goed niet voor de zuidelijke landen. Gaat het gaat allemaal langskomen. Um, hoe Trouwens, de, niet, de, niet alleen ingenieurs komen tot die conclusie, ook veel economen. Alleen ze, ze benaderen het anders. Ja. Ik vind het zo vreemd dat in, in, bij economen zijn, er altijd meningen naast elkaar je leven. Je ook al, al eeuwenlang heb je twee scholen in de economie. Ja, in, de, in, de, in de ingenieurswereld is dat niet mogelijk. He, als een ja. andere ingenieur denkt van, nou, ik zou, ik zou deze krachtenbreking van die brug anders doen dan jij, dan slaap ik niet meer, tot ik met die man net zo lang gesproken heb, tot ik weet hoe het zit. He, dus het idee dat, dat een ene econoom dit kan zeggen, een andere econoom dat, en dat het allebei serieus genomen wordt. Ja, zoals bijvoorbeeld laatst bij die rondetafelconferentie over de Tweede Kamer. Dat vind ik verbazingwekkend. Ja, omdat er gewoon heel veel politiek natuurlijk doorheen wordt gemengd, hè, uiteindelijk. De meeste, ja, maar dat e de meeste economen zijn toch ook politieke wetenschappers. die met ja. een bepaalde politieke lens naar een probleem kijken. en ja. daarom voor meer uh, staatsinterventie zijn. Of, of, of allerlei politieke belangen dat, laten meewegen. Dat proef je dan helemaal door. En dat, dan, ja, dan ben je dus niet probleemgericht, oplossingsgericht bezig in, in onze ogen. Maar goed, ja, maar goed ja. we, 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 laten we beginnen met het probleem. Ja. Nou, ik, in, de, in de loop der tijd uh, kreeg ik steeds helderder hoe, hoe het in elkaar zat, wat het mechanisme was achter al die monetaire zaken. En toen dacht ik van nou, het wordt tijd om nou eens een keer uh, de zaken goed op een rijtje te zetten. En dat begin je met de feiten. Dus ik dacht van, nou, ik ga gewoon uh, uit laten rekenen door mensen die daar deskundig in zijn, betaald, gewoon opdracht, wat de kosten zijn. En die hebben toen, ik heb wel meegedacht in, in, hoe, in wat er gezorgd moest worden en hoe het gerepresenteerd moest worden. Maar het werk is door hen gedaan. Um, ga gewoon uit officiële papieren van de EU ga opzoeken wat we precies als Nederland betalen aan al die regelingen. Want ik wil gewoon zien wat het ons kost. Nou, toen kwam er een, 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 een prachtige spreadsheet uit, die toch weer niet duidelijk sprak. Dus dan ben, ga ik altijd aan het werk: hoe kan ik het zo goed mogelijk grafisch representeren, zodat mensen ook snappen wat er is. En uh, toen kwamen we op het eerste plaatje, wat uh, als het goed is ingemonteerd gaat worden. Ja, dat laten we nu zien in, t, in het scherm. Ja, daarop staan vier kolommen met mooie kleurtjes. Uh, de linkse is uh, ter vergelijking onze staatsschuld. Uh, die is ongeveer 24.000 euro per, uh, per persoon in Nederland. Dus een, een ton per, per gezin. Gemeten eind 2020? Allemaal 2020, ja. ja. Um, en dan uh, dat kun je zeggen: wauw, je wordt als Nederlander meteen met een enorme schuld geboren. Maar ja. Je hoeft daar maar een klein beetje op af te betalen. En je krijgt er alle wegen, alle ziekenhuizen, ja. uh, alle infrastructuur. krijg je er gewoon voor. Dus dat is helemaal niet zo erg dat die staatsschuld er is. En dat je daar als Nederlander ook een beetje rente voor betaalt. Ja, ook nou, ten opzichte van uh, het bruto binnenlands product is het uh, redelijk uh, te overzien. Ja, en je, of dat redelijk is, dat hangt natuurlijk helemaal van de rente af. Ja. En als die rente rond de nul zit, dan is het op het ogenblik verwaarloosbaar. Ja. Maar als die naar een reële getal gaat, op langere termijn 5% of zo. Dan betalen we in Nederland toch, toch een aardig bedrag. Maar dan zeg ik, van nou, dat is terecht, ja. want je krijgt er een hoop. Van. Ja. Maar wat, de kolom daarnaast die is groter. <laughs> en dat is wat in 2020 al aan geld van Nederland naar Europese uh, regelingen en bestemmingen gegaan is. En uh, dat is een volkomen exacte kolom. Hè. De, die, in de spreadsheet uh, waar het uitkomt, kan je precies zien, uh, kun je klikken op het papier. Uh, van de EU waar dat bedrag uitkomt. Hè? Dus dit hebben ze heel netjes gedaan. Alleen die kolom zegt helemaal niks. Want daar zitten appels, peren en, uh, en walnoten en kokosnoten zitten daarbij. Hè? Dus het zijn de netto betalingen die wij doen als Nederland aan de EU. Het zijn de leningen die we uh, verstrekken aan de EU en aan Zuid-Europese landen. Het zijn opgekochte obligaties. Het zijn uh, garanties die we. Uh, gegeven hebben als Nederland voor leningen die door de EU gedaan zijn. Uh, het is de, de Target 2-saldo, dus het, het verschil in de, in, in de inkomende en uitgaande geldstromen in Nederland. Dus het is een totaal niet-vergelijkbare kolom. Hij is heel exact, maar hij zegt niks. En over welke periode? Dat, uh, de meeste uh, regelingen zijn korter dan tien jaar, dus dan is het in, in, binnen de volgende tien jaar. En daarom hebben we ook de netto-bijdrage aan, aan Brussel. Beperkt tot de laatste tien jaar. Okay. En uh, in de volgende kolom gaan we ook over andere periodes praten en dan geldt hetzelfde. Ik dacht: van ja, hoe gaan we, hoe gaan we hier nou iets van maken waar, waar je wel wat aan hebt? Toen heb ik gezegd, nou, het gaat uiteindelijk om wat je kwijt bent. En uh, toen hebben we dus een, een, gekeken naar al die posten en een schatting erbij gedaan van nou, of een inschatting, dat is nog exact. Wat zijn we gewoon al kwijt? En dus de netto-bijdrage aan Brussel, die zijn we kwijt, die komen we nooit meer terug. Uh, ook de subsidies aan Zuid-Europa, waar wij een deel van de subsidie betaald hebben, geld ben je kwijt. Nou, dus alles wat je kwijt bent, dat is die, dat is die kleine kolom, dus de derde kolom, de kleine. Uh, en dat is dus ongeveer, kun je hier zo zien, iets meer dan 100 miljard euro. Dat komt dus neer op zo'n 23.000 euro per gezin, per vierpersoonsgezin in Nederland. Ja, Om het even heel goed te begrijpen, ook richting de kijker, dat is, zijn netto bijdragen. Dus hierin is al rekening gehouden met de bedragen die wij op jaarbasis krijgen. Ja. Um, en, en dan is het andere argument natuurlijk. Oké, okay, maar wacht even, we krijgen ook heel veel terug in de vorm van uh, dat handelsbelemmeringen weg zijn. En dat we dus meer zaken kunnen doen met de rest van Europa. Dat andere zit er in. Niet, dat zit er niet nee, in. Okay, nee. Nee. Nee, dit, dit geeft de, de, de netto kosten weer. Ja. En dan moet je dus, wil je. Uh, concluderen of de euro goed of niet goed is, moet je zeggen, van, nou, daar staan dan zoveel baten tegenover. Ja. En goed dat uh, die disclaimer ja. erbij zit. Ja. Ja. We gaan later nog praten over het CPB-rapport, uh, wat, wat benadrukt hoe uh, goed de Europese ja. Unie is maar daar komt het later nog ja. uh, op. De... Nou, die laatste kolom die, uh, dat, is een, dat is dus eigenlijk de in, meest interessante. Uh, want die, die, die 20.000 euro per gezin tot nu toe uh, in de laatste 10 jaar. Dat is nog niet eens zo'n enorm groot bedrag. Ik zou me best kunnen voorstellen dat er voordelen zijn die tot diezelfde orde van grootte zouden kunnen gaan. Maar die, die laatste kolom is dus het bedrag wat te kwijt zijn op het moment dat de pleuris uitbreekt. He, dus als, ja. de, als de, de lening, als, als bijvoorbeeld uh, een volgende eurocrisis, waarbij Italië uh, uh, dreigt te, om te vallen, ja. he, dan wordt daar uh, 2000 miljard aan schulden kwijtgescholden. He, dat weten we nu al. En dat, dat, dus als, als de, uh, het helemaal misgaat. En al onze slechte leningen moeten we afschrijven en al onze garanties moeten we uh, ophoesten. En dat, hè, de, de wet is dat we dat dan heel snel moeten doen. Ik geloof zelfs binnen twee weken. Ja. Dan zijn we de laatste kolom kwijt. En uh, dat is dus uh, in de buurt van de uh, zie ik dat goed, uh, 350 uh, miljard uh, euro. En dat gaat dus richting de 70, 80.000 euro per gezin. Maar is dat echt worst worst case? Want stel dat je inderdaad uh, dat Italië default en een heel, veel, heel veel andere emulanden... Uh, die kunnen ook niet hun stuk betalen. Uh, Nederland is uiteindelijk dan volgens mij zelfs hoofdelijk verantwoordelijk voor alle schulden. Dus in, ja, dat zit er nog niet in. Dus dat zou in wat, dan zou het nog erger ja, 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 zijn. Ja, dat ja. kan nog veel erger zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dit is ook al pittig, 350 uh, miljard. Ja, dit zijn de directe kosten. Ja. Waar inderdaad op het moment dat wij aangesproken worden en die van die, die garanties die zijn er wel. Uiteindelijk uh, zijn wij uh, allemaal. Als de ECB omvalt, dan wordt alleen Nederland en Duitsland moeten gaan betalen. Ja. Dus dat, uh, dat, is, dat is het bedrag. Ja. Dus dat is een, een, een flink bedrag. We, we, je ziet nu een beetje in welke orde van grootte dat is. Ja. Voor zover ik weet is dat nog nooit gedaan en is het toch niet zo'n ontzettend moeilijke klus. Dus dat, uh, dat is een goed uitgangspunt. Maar het wordt pas interessant als je gaat kijken van, laten we het nou eens vergelijken met andere soorten landen. Hè? Dus dan niet Duitsland, want dat is, die komt ongeveer op hetzelfde uit. Um, maar laten we kijken, laten we het vergelijken met een land wat niet in de euro zit en een land wat niet in de euro en niet in de EU zit. En um, die er wel in zit, maar die een ontvangend land is. Ja. En daar heb ik een aantal voorbeelden voor gepakt. Uh, en als je naar het volgende plaatje kijkt, dan zie je, uh, uh, het, het lijkt ingewikkeld, maar ik was zo blij dat ik die enorme spreadsheet uiteindelijk in één plaatje kreeg, dat ik denk van, nou het is de moeite om het dan even wat moeilijker te maken en het uit te leggen. Um, Nederland is de achterste op de rij. Dus je ziet meteen al ja, dat iets dat is, heel, het, ja. heel erg mis uh, aan het gaan is. Nederland is Manhattan hier. Uh, ja, Manhattan Nederland is de, het sky, uh, de skyline speaker. van Manhattan. Ja. Ja. Nou, de middelste van die drie... Hè, we hebben dus uh, links weer die staatsschuld... zoals ook in het eerste plaatje. En dan krijg je telkens 2010, 2020, 2030. Hè, dus de middelste uh, van die rode kolommen uh, van het eerste vakje... dat is de, de kolommen zoals we die net zagen. Dat is namelijk ja. 2020... De, de totale blootstelling. En nu zijn ze gegeven in uh, euro per vierpersoonsgezin om ze te kunnen vergelijken met andere landen. Ja. Dus het zijn geen, uh, geen absolute bedragen meer, maar bedragen per gezin. Um, dan, dan zie je dus dat, uh, en uh, de, de, het crisisgeval, hè, dat is de volgende, ook weer 2010, 2020, 2030, en de uiteindelijke blootstelling bij een crisis, dat is de laatste kolom, waarbij dus die middelste. Weer de, het laatste kolommetje is van de vorige tekening. Ja, en dan zie je dus dat om de geden erbij te pakken, heeft het extreme andere geval Griekenland. Die ja. heeft tot, tot nu geprofiteerd uh, van uh, de euro, waardoor uh, zij dus per saldo ontvangen, hebben ontvangen. En daarom is, het, uh, is die negatief. Uh, ja, nou dan komen ze er uh, in, in eentje uh, in de toekomst positief uit, dat ze ook uh, kosten hebben. Maar dat is natuurlijk omdat deze plaatjes puur afgeleid zijn uit bestaande regelingen, is er, is er wat over tien jaar gebeurt, is natuurlijk met een natte vinger gedaan. Ja, ja. En, je, en je weet zeker dat de komende jaren, zoals elk jaar, er een nieuwe regeling verzonnen gaat worden. Ja. Dus die bedragen voor 2030 zullen veel groter worden. Maar uitgaande van de huidige regelingen, als je dat dan extrapoleert, dan kom je op, dan zou Griekenland ook moeten bijdragen. Maar ja. Uiteraard. Eh, hè, hoewel gisteren op het nieuws was dat de, de Griekse economie het fantastisch doet. Waar ik toch wel mijn vraagtekens bij heb. Ja. Maar de kans is heel klein dat Griekenland ooit zal bijdragen. Laat ik ja. Dan ga je ervan uit dat ze de economie daadwerkelijk gaan convergeren, wat we eigenlijk helemaal niet hebben gezien de afgelopen nee. jaar. Nee. Ja. En dus wat jij net al zei, um, als, een, als de, 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 de pleurs uitbreekt en iedereen moet zijn garanties betalen, dan zijn wij, uh, staan wij voor dat, de, de derde, uh, derde clustertje. Maar uh, we staan eigenlijk garant voor alles. Dus ja. als andere landen niet betalen, neemt onze schuld toe. Dus als die Duitsers, uh, sorry, als de Grieken niet betalen, maar uh, krijgen, dan wordt onze kolom groter. Ja. Dus het is een uh, ja, het blijft een. Uh, alles voor 2030 is puur speculatief. Maar uh, ik ga ervan uit dat het uh, veel erger is dan hier in het plaatje staat. Ja. Maar goed, dan gaan wij natuurlijk ook gewoon defaulten. Het is niet zo dat we dat allemaal gaan betalen dan. Dus wat dat betreft is het allemaal heel erg uh, hypothetisch. Ik, zou, ik, ik wou dat ik wist dat er iemand was die wist wat er daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat er niemand is. Nee. En uh, daarom, als we het gaan hebben over oplossingen, dan. Uh, niemand wil op het ogenblik een oplossing in Brussel. Hè, want elke crisis wordt daar dankbaar aangegrepen om meer geld en meer ja, Brussel te doen. was dan, nog verder in te graven ja, in die constructie. Uh, dus dat was de reden waarom ik in 2011 met, uh, begon te irriteren omdat ik in de gaten kreeg dat er een crisis was die veroorzaakt was door de euro. En de reactie is van, we gaan alles doen om de euro te redden. Je dus... ze ook altijd van, weet je, de, de euro is als een omelet. Die kun je niet weer terug in de eitjes doen. Uh, maar vervolgens blijven ze wel nieuwe eitjes brengen. Ja, 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 ja. En uh, dus, toevoegen aan uh, de omelet. Dus, dat, uh... ja, dus, dus niemand wil de oplossing. He, dus ja. uh, men wil, in Brussel wil men juist het probleem. Want elke crisis levert weer een kans op om stappen te zetten naar ja. meer Europa. Um, maar dus mij... Dus, ik ga een beetje twee die oplossinghoek in. Van, ik heb niet de illusie dat iemand hem zal durven invoeren. Maar laten we het dan in ieder geval zo doen dat, dat die gebruikt kan worden op het moment dat de pleurus uitbreekt. Dat we weten hoe we gaan reageren op het moment dat alles uit de Europese landen uit euro vallen. Ja. He, dat, je, dat, ik geloof niet dat daar een goed scenario voor klaar ligt. Ho hoewel er een, in het laadje van, de, van minister Kaag een, een mapje schijnt te liggen met de oplossing. Ja. Ik geloof niet dat die er is. Ja, dat is monetair niemandsland uiteindelijk. En, ja, en wat, ja. wat uh, Dijsselbloem, oud-minister van Financiën, natuurlijk ook heel treffend zei bij uh, die ronde tafelsessie in februari. Dat de, de euro is, is ingevoerd voor politieke redenen ja. en wordt uiteindelijk ook gered vanwege politieke redenen. Ja. Um, maar goed, laten we, uh, we dat nog even uh, door, doorschuiven naar uh, later in het gesprek. Dus we hebben nu in ieder geval Griekenland en Nederland besproken. Ja. Uh, twee uiterste. Maar laat nog eens zien uh, wat nog meer opvalt hier in deze interessante grafiek. Nou, het, uh, uh, het, het zijn geen toevallig gekozen landen. Achterin is uh, uh, Nederland heeft en de euro en de EU. Ja. Voorin Griekenland heeft en, en de euro en de EU. Ja. Daartussenin zie je afnemende maten van betrokkenheid. Dus de eerstvolgende naar Nederland, de blauwe, dat is Denemarken. En Denemarken heeft een, uh, een vergelijkbare bijdrage... per hoofd van de bevolking aan de kosten van de EU. Ja. Het euh, lijkt al, qua economie ook wel een beetje op Nederland. Maar die, uh, uh, en die hebben ook de kronen volledig gekoppeld aan de euro. Ja. Dus ze hebben eigenlijk dezelfde monetaire beleid... maar ze zitten niet in de euro. En iedereen roept dan altijd van... ja, dan uh, dat, uh, vraag ik maar eens aan een Kamerlid. We, dan zijn we uit de euro. Wat doen we dan? Nou, dan koppelen we ons aan de euro... In ieder geval in het begin, hè, dat kwam ook te, in het Kamerdebat onlangs weer naar voren. En dan zeggen ze: ja, maar dan, heb je, dan zit je wel aan de euro vast, maar je kan er niet over meepraten. Dus wat heb je er dan aan? Ja, dat is het argument van Boonstra. Ja, en dat hoor je heel veel in daar. Maar dan, hier zie je wat je dan hebt. Je betaalt, je betaalt maar een kwart. En dat ja. zei buiten, dat zei ik geloof um, hoogvast ook in het praatje met jou dat uh, Als je uit de, uh, het euro terugtrekt, maar zelfs als je eraan gekoppeld blijft, dan zit je niet in al die regelingen, die, die enorme kostenpost. Nee, dat is natuurlijk het argument van, uh, van, van Hoogduin ook. Van je, je zou op zijn minst naar een structuur moeten waarbij je opt-outs hebt voor, uh, en dat is ook het uh, standpunt van Epping van Ja 21. Van je zou uh, in zo'n situatie in ieder geval nee moeten kunnen zeggen tegen nieuwe steunprogramma's. Maar de meeste steunprogramma's zijn op EU. Niveau afgesloten. Dus je zou verwachten dat Denemarken net zo hard daarin bijdraagt oh, ja, als, als Nederland. Dit plaatje toont aan dat maar een kwart van de kosten ja. EU-gebonden zijn. Verbaas me. Ja. En dat dan drie kwart dus kosten zijn die met de euro samenhangen. Dus het zou bijvoorbeeld de ESM en al dat soort leningen misschien ja. uit, het, uit het verleden ook uh, kunnen zijn. Ja. Dan. Nou, dat hebben de deskundigen voor ja. mij uitgezocht. Dus ik, uh, okay. ik, is... ik moet op de ja. laptop opzoeken waar al ja. die regelingen voor staan, want daar heb ik me niet in verdiept. Nee, maar wij gaan in ieder geval linkjes plaatsen naar, uh, uh, naar de verschillende stukken die je hier presenteert, zodat mensen ook zelf de berekeningen kunnen nachecken. Ja. Uh, na ja. ja, dat is goed. Duidelijk. Dus dat is, dat is het interessante. En nou, dan zie je dus dat um, Engeland, uh, ja, die heeft, is eventjes lid geweest van de EU, niet, niet van de euro. Die, heeft nog een klein, die had nog een klein beetje verplichting in 2020 naar de euro-regelingen. Nou ja, daar zijn ze nu ook vanaf. En er werd toen gesproken over van ja, om uit de EU te kunnen stappen moet Engeland 40 miljard gaan betalen en zo. Daar werd over gedeeld. Maar ja, alleen al onze bijdrage aan de coronafonds is geloof ik 40 miljard. Dus Engeland is ontzettend goed weggekomen en die valt helemaal buiten al deze kosten. En dan, ja. de, Engeland is iets van vier, vier keer zo groot als Nederland. Dus als wij, uh, als, als wij nu al 100 miljard kwijt zijn, dan zouden zij dus al 400 miljard kwijt zijn. En in een crisis zouden zij uh, honderden miljarden uh, moeten inleveren. Ja. Da daar zijn ze nu niet meer aansprakelijk voor. Dus je kunt wel zeggen, ja, Engeland heeft een heel slechte deal met de brexit. Ja, ze hebben nu alleen maar met hun eigen problemen te dealen. Die zijn er wel. Ja. Maar dat is toch niets anders dan dat je, dat je mede garant staat voor, uh, voor heel Europa, zoals wij dat op het ogenblik doen. Oké, okay, en wat is je, je, je tussentijds conclusie dan op basis van wat je hier gepresenteerd hebt? Um, het is een, een, een dure constructie voor ons, de euro. Dan komt het. Uh, puur kijken naar deze bedragen. Is dat, is dat in je conclusie? Ja, de, 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 de conclusie is dat het de kosten wel meevallen, wat we nu kwijt zijn... Hè. Ja. daarom drukt het ook niet enorm op, nee. onze, op onze welvaart... maar dat de blootstelling aan ja. risico's, dat die ontzettend groot is. Ja. En, en dat dus per Nederlands gezin 70.000, 80 80.000 euro... wat we aan concreet welvaartsverlies leiden. En dat, zoals jij al zegt, als andere landen niet kunnen bijdragen aan de crisis... Gaan we nog meer betalen? Die blootstellingen zijn enorm. Maar dat is eigenlijk een zwaard van Damocles. wat, wat boven ons hoofd ja, hangt. Als die, ja. als die toren valt. en die toren kan dus vele malen hoger worden. als andere domino steentjes ja, eerst ja. naar vallen. dan is dat een zwaard van Damocles. wat boven ons hoofd hangt. Ja, ja. Ja. En dat. Uh, nou, dat is nou eens een keer concreet gemaakt. Ja, duidelijk. Ja, dus dat. Uh, zo, zo, uh, dat was het eerste project wat ik deed. Ja. En uh, toen. Even, uh, vlak na het inzetten van dit project. ben ik begonnen met het. Uh, met het op een rijtje zetten en eens dus een keer formuleren wat mijn gedachten waren over de mechanismen die spelen rond, rond munten hè, munt en muntunies. Dat kreeg ik steeds helderder. En toen had ik op een gegeven moment, daar een, dacht ik er wel een goed verhaal over. Ik stond er wel achter. Ik dacht van nou, mooi mechanisme. De ingenieur, als de ingenieur mij is tevreden. Zou het nou kloppen, hè, dan ga je toch de, de, de getallen zoeken. Dus ik heb geprobeerd om historisch tabellen te krijgen van de laatste 50 jaar vanaf 1970. En uh, CBS die kwam allemaal met losse reeksen, want die hebben iedere keer hun uitgangspunten veranderd. Ik kreeg die niet in elkaar geschoven, ik raakte na een paar maanden wel ontmoedigd. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik, um, gedacht, ik, ik ga het Centraal Planbureau uh, contacten. En nou, eerst de beste contact, ja hoor, dan moet je naar de bijlagen kijken van de CEP21 en daar staat het allemaal in. Dat is één spreadsheet met wel tien mappen erin, alles staat erin. En op meerdere manieren, dus ik was helemaal, helemaal gelukkig. Alleen. ik zit altijd een beetje voor mezelf. Van wat is nou het CB, Je hebt het CBS en het CPB. En ik zit ook soms te zoeken waar haal ik wat. Maar waarom hebben we eigenlijk twee instanties die. Overlappende werkzaamheden verrichten. Is dat het planbureau kijkt naar de. Kijkt vooruit en CBS kijkt terug, toch? CBS kijkt alleen maar terug en maar ze hebben wel die verzamelt veel alleen maar cijfers. Gedeelde data. Nou, CPB zegt aan mij: van dit zijn CBS-data. Ja, oké. Okay, maar goed. ik kan ze dus bij het CBS niet op, nee, uh, okay. opvragen, maar CPB wel. En die heeft dat heel netjes gedaan. Ik zou zeggen, fuseren die had, maar goed, dat, <laughs> dat er zijn. Uh, ik heb daar geen idee over. <laughs> uh, maar CBS zal ook nooit zoiets doen als zo'n rapport uitbrengen, wat CPB ja. onlangs gedaan heeft. Ja. Dus ik denk, niet dat je, dat, ik denk dat er heel grote verschillen zijn. Maar in ieder geval, zij gebruiken de CBS-data voor hun uh, getallenreeks. Zij hadden blijkbaar, net als ik, behoefte aan een langejarige reeks. Die ja. hebben ze gemaakt. En daarin stond zelfs in euro's, inflatie gecorrigeerd, de toename van al die variabelen. Zoals koopkracht, inkomen, bestedingen, overheidsuitgaven, import, export. Stond ook in tabellen met toenames in euro's, inflatie gecorrigeerd. Nou, dat was goud voor mij. Ja. Want daaruit kon ik. Want als, ik, als je zo'n tabel ziet, zegt niks. Als je daar een, een, uh, een grafiek van maakt, spaghetti, zegt ja, ook niks. Ja. Maar ik moest iets hebben wat niet zien wat er gebeurde. Toen heb ik bedacht van de beste manier is om te doen is om die, um, die inflatie gecorrigeerde toename in euro's... ...te vertalen naar een trend in procenten en die dan allemaal op nul te zetten het jaar voor de euro er kwam. Ja. Dan kan ik zien wat de trend voor en na de euro was. Nou, dus ik heb die, daar een tabel van gemaakt. En uh, ja, dat ken je wel. Uh, Invoeren, grafiek, enter. En toen sprong deze, deze tabel eruit. Ja, daar laten we ook even zien. Uh, dat is de, de eerste. En uh, ik, ik, ik sprong op, weet je wel. Wauw, dat het zo duidelijk is wat ik wil zeggen. Want mijn, mijn, uh, waar, waar ik achter was gekomen in, in die jaren dat ik erover nadacht... is dat uh, een zelfstandige munt, dus die niet uh, gebonden is aan andere munten... Dat daar een mechanisme in zit om je economie uh, in evenwicht te houden. Dus die zorgt dat als de overheid niet al te gekke dingen doet, dat overheidsuitgaven, uh, BWP uh, en koopkracht, dat die met elkaar in evenwicht zijn over langere periodes. En uh, ik was een beetje bang bij de uitkomst van deze grafiek, dat ik de mist in zou gaan, omdat we een, in 1980 een enorme crisis gehad hebben. Jullie jonge mensen kennen natuurlijk de Eurocrisis en de coronacrisis als grote crisissen. Maar dat waren economische rimpeltjes, vergeleken bij wat er in de 80 jaar gebeurde. Ik zat in een staalbedrijf en we namen twee, drie jaar lang alleen maar opdrachten met verlies aan. En aan het eind van het jaar hoop je dat, uh, dat je de, de schade beperkt was gebleven. En dan bleek dat een kwart van je klantenfiet was gegaan... en ze rekening niet ging betalen. Dat ging je nogal? Ja, Ik ben zelf uit 1980. Maar ik weet inmiddels door alle gesprekken die ik voer... wel het nodige wat er gebeurd is natuurlijk 1982 had je het akkoord van Wassenaar. In 1983 hebben we de gulden nog gedevolueerd. Ja. Allemaal eigenlijk paardenmiddelen om, uh, om die uh, economie weer gezond te maken. Ja, dat was natuurlijk nee. ook wel een beetje de Dutch disease die erachter ja. zat. Uh, de, 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 de overdreven overheidsuitgaven uh, ja. van de periode voor... Uh, totaal anders dan in Duitsland, daar hadden ze dat probleem helemaal niet. Uh, maar de, dat, dat was dus een. een hè, de werkloosheid ging naar 10%. Ja. De faillissementen vlogen door het dak. Dat was een echte economische crisis, die mensen ook voelden in de koopkracht. Um, maar toen net. Um, nou, dat, daar kom ik, zo, kom ik later op terug, wat er toen gebeurde. Maar die, je ziet hem dus in de grafiek Zie je wel degelijk, die dip in de tachtiger jaren. Maar je ziet dat. De, hè, dat, dat ze alle lijnen elkaar snijden in 1999. Dat is, ja. dat is logisch, want daar is de grafiek op gemaakt. Ja, dat is de invoering van de euro natuurlijk in 1999. Ja, daar, is dat ja. is allemaal 100%. Dat zie je ook ja. aan de grafiek. Maar dat ze dus precies 30 jaar daarvoor ook allemaal op één punt zitten... dat is natuurlijk een prachtige illustratie van mijn constatering... dat een, een zelfstandige munt zorgt voor een evenwichtige economie. Ja. En ja, dat, ik was natuurlijk ontzettend blij dat vanaf 1999 zie je het totaal uit de hand lopen. Het voorgevoel dat je al had op basis van je analyses van de theorie. De, het mechanisme werkte nee. inderdaad zoals ik dacht. Ja. En dat, hè, je ziet dus vooral de, de overheidsuitgaven omhoog vliegen in, in de eerste tien jaar. En je ziet de koopkracht uh, stagneren. En uh, terwijl het GDP, dat, dat is het maffe ervan. GDP groeide voor de euro en na de euro ongeveer standaard met een procent of twee. De, 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 GDP heeft, de BWP heeft niet echt een, een sprong gemaakt toen de euro er kwam. Maar je ziet wel dat op dat moment de koopkracht uh, terug begint te lopen, de overheidsuitgaven omhoog beginnen te gaan. Dus er is, ik had het goed, er zit een mechanisme uh, in een zelfstandige munt wat we niet meer hebben met de euro. En onze economie is nu fundamenteel uit de evenwicht. En, en waarom zijn die overheidsbestedingen dan zo gestegen sinds de invoering van de euro? Dat heeft ook te maken met, uh, met uitgaven die we doen in, in EU-verband bijvoorbeeld? Of? Dat heb ik niet onderzocht. Dat heb ik niet onderzocht. Het, het lijkt er een beetje op dat de koopkracht achterblijft omdat de overheidsuitgaven zo hoog waren. Maar die overheidsuitgaven zie je, die waren in Nederland helemaal niet hoger dan in andere landen. Dus dat was geen. Het was in ieder geval niet de hoofdzaak dat de koopkracht enorm achterbleef. En je kunt ook um, economisch daarover redeneren dat overheidsuitgaven. die doen ze ook ten behoeve van de burger. Dus dan leef je misschien in op je. Op je koopkracht of uh, op, nou, even in op je inkomen, maar dat is, wil niet direct zeggen dat je inleeft op je welvaart. Want de overheid, als het goed is, besteedt die dat geld weer ten behoeve van jou. Ja. Uh, dus. Um, uh, in ieder geval, het, het, ik was blij met het feit dat het uit de hand liep. En dan uh, vooral als je de, de, de overheidsuitgaven weglaat, dan zie je dat het, uh, ja, dat de, het uh, de koopkracht en de, het GDP echt uit elkaar begint te lopen. Ja, dus, dus vaak uh, geeft Rutte bijvoorbeeld aan dat we in een prachtig of gave land leven, omdat de, de bbp gewoon lekker uh, doorgroeit. En dan zegt een CPB: van nou ah, zie je. Uh, het is goed dat we uh, in de Europese Unie en in de, in de, de uh, Economische Monetaire Unie zitten. Uh, maar dit laat zien van ja, wacht eens eventjes. Het BBP mag dan misschien wel lekker zijn doorgegroeid. Maar de burgers hebben er niet uh, volledig van kunnen profiteren. Nee, en uh, er zijn, uh, dat, dat wordt al een tijdje gezegd. Er is zo'n Rabo-studie die zegt al 40 jaar is, het, uh, is de koopkracht amper meer gestegen. Nou, ik heb, ja, koopkracht is natuurlijk een moeilijk begrip. Koopkracht, dan gebruikt men vaak een mandje met dingen die mensen uitgeven. Ja. Dat is een, een manier om koopkracht te meten. Ik heb hier gewoon puur uit de cijfers het inkomen van de burgers en de uitgaven van de burgers. Ja. Dat vind ik koopkracht is uiteindelijk wat je kunt uitgeven in totaal, en niet wat een brood kost. Nee. Ja, dus de, in dit geval, de, de, ook in die CEP-grafieken uh, uh, kwam geen, het begrip koopkracht niet voor, nee. maar wel inkomen en uitgaven. En je ziet dat uh, de inkomens, uh, dat is dus erg leuk. Hè? Dat is het gevolg van die maatregelen die we genomen hebben voor corona, dat de inkomens niet daalden in het dat ze stegen, ja. maar dat de uitgaven enorm uh, ja. uh, daalden. Duidelijk. Dus dat, ik, ik had, dit toont mij aan. Ik heb het bij het rechte eind, mijn mechanisme werkt zoals, het, zoals ik dacht dat het werkte. Dus uh, ja, dan moeten we maar uit gaan leggen hoe het werkt. Niet? Ja. <laughs> ja, want daar heb je een nieuw begrip voor uh, geïntroduceerd. Hè? Ja. ja, en de, de, je kunt erover debatteren hoe nieuw het begrip is. Maar in ieder geval, ik constateer als ingenieur een mechanisme. En ik benoem dat en ik, ik zie dat eigenlijk als het kern van de monetaire economie. Het is dus helemaal niet in strijd met wat andere uh, monetaire economen zeggen, voor zover ik tot nu toe heb. Uh, heb gevonden. Maar het is er ook de reviewers, 9 van de 10 zei je ook: van ja, dit is, uh, dit is nieuw voor me. Het is, ja. uh, leuk gevonden, goed, goed begrip. Hè. Dus, uh, was, uh, ik denk dat ik toch wel. Uh, ik, ik, leg in ieder geval, ik leg in ieder geval de schijnwerper op iets anders dan wat economen doen. En dat uh, begrip dat noem ik de monetaire uh, welvaartoptimalisatie. Ja. En uh, dat, uh, dat, dat is als volgt uit te leggen, maar dan moeten we eerst even een stapje terug doen naar de monetaire economie. Um, wat bepaalt de waarde van een munt? En de waarde van een munt is in feite de wisselkoers ten opzichte van allerlei andere munten. Um, en daar is iedereen het over eens: dat is de uh, vraag en aanbod op de kapitaalmarkt. He, dus de waarde van je munt is puur een marktuitkomst van vraag en aanbod. Uh, daar is geen enkele twijfel over. Um, voor een, een enkele munt zoals de dollar is dat, wordt het dan heel complex. Want de dollar wordt overal in de wereld gebruikt voor transacties en als reservemunt. Dus. De economie van de Verenigde Staten speelt bijna geen rol in de waarde van de dollar. We kunnen een hele nieuwe uitzending houden over wat dat, wat dat nou uiteindelijk voor gevolg heeft voor de Amerikanen. Maar ja. daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar dat, de dollar onttrekt zich aan de normale mechanismen. De euro is veel minder belangrijk op dat gebied, maar niet onbelangrijk. Dus voor de euro speelt ook al een beetje dat je de waarde van de euro niet terug kunt voeren tot de eigen economie. Maar kleinere zelfstandige landen zoals. Nederland voor de euro en op het ogenblik bijvoorbeeld Noorwegen en uh, Canada en zo. Een munt van zo'n land, die wordt bepaald door vraag en aanbod en dat is dan mijn stelling en uh, vraag en aanbod als gevolg van de handelsbalans. Daar een, waren niet alle reviewers het over eens, dus ik, ik kan dit niet brengen als economische wetmatigheid. Um, maar ik heb het zo onderzocht dat het is een hartmechanisme, als ingenieur geloof ik erin. En ik heb het in het tweede deel van het rapport denk ik ook goed genoeg onderbouwd om, om het naar buiten te durven brengen. Um, maar de, hoe komt het dat de waarde van de munt uh, zo samenhangt met de handelsbalans? Nou, dat komt omdat als je uh, hein, internationale handel hebt, Nederland had nog de gulden. Een Amerikaan koopt een container uh, Edammer kaas. En een Nederlander komt, koopt een container Harley-Davidson in Amerika. Wat gebeurt er dan? Nou, de Amerikaan betaalt in dollars. En het komt uiteindelijk um, in Edam op de rekening van de kaashandelaar in guldens. Nou, om die guldens te kunnen betalen aan die kaashandelaar. moeten, moeten de banken guldens kopen. Ja. En dat, dat, dat verhoogt de vraag naar guldens. Omgekeerd, als de, die container met Harley-Davidson. Die, uh, daarvoor moeten we dollars kopen, dan komen de gulden op de markt, markt en dat verlaagt de waarde van de gulden. Dus de, de, de handelsbalans bepaalt hoeveel uh, vraag en hoeveel uh, vraag naar de gulden is en hoeveel aanbod er van de gulden is, en dat bepaalt dus de, uiteindelijk de prijs van de gulden en de wisselkoers. Ja, dus hoe meer Nederland exporteert, hoe meer vraag per saldo naar die munt, hoe hoger de waarde van die munt. Ja. Um, dat is ongetwijfeld zo. Hoewel een reviewer het er niet mee eens was. Alleen je kunt denken van ja, maar toch is voor Nederland de kapitaalmarkt toch eigenlijk wel bepalend. Je ben geen economie. Nee. Mijn stelling is dat het, dat, dat het komt door de, 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 de handelsbalans bepalend is voor de waarde van de munt van een klein land. Ja, en dat wat, kan ik verder ook wel goed onderbouwen. Want je praat over de, de reviewers. Wie, wie hebben deze paper dan gereviewd? Kan je er iets over zeggen? Nee, kijk, reviews zijn per definitie anoniem. En ik heb hem geen van allen gevraagd. Van. Uh, vind je het goed als ik uh, jou als review.? Zou je een stuk natuurlijk nog meer geloofwaardigheid geven? Of... Ja, ja, maar dan, dan worden die mensen natuurlijk opeens heel voorzichtig met wat ze durven te zeggen. Want ja. dan is het net alsof. Als ik zeg van, nou, die en die heeft het gereviewd. Alsof je het met alles eens is wat erin het stuk. Maar de wetenschap is toch juist gebruikelijk dat je. Dat je... Nee, review is altijd anoniem. Altijd anoniem, oké. Okay. En je zou zeggen dat je, als, als het gewoon puur uh, weet, waarheidsvinding betreft. dat je. Niet, uh, nee, eerst breng je een stuk uit. Ja. Met, uh, en dan, er wordt ge, in de wetenschap wordt er dan gecontroleerd. of het voldoet aan de voorwaarden van goede wetenschap. Dus of de, uh, de statistiek klopt, of de, de juiste data gebruikt zijn. of er voldoende data gebruikt zijn. of de wetenschappelijke methode gevolgd is. Maar dat zegt niks over of het stuk klopt. Nee. En dan wordt het uitgebracht op een, in een tijdschrift. en dan, uh, dan begint de wetenschappelijke discussie. Dus dan krijg je. en dan, dan moeten ook alle data beschikbaar zijn. Dat is, dat is allemaal onderdeel van de review. Maar reviewers zeggen niet of, het of, okay. of waar is wat erin staat. En daarom kun je ze ook niet aan het stuk verbinden. Nee. Je wil gewoon feedback krijgen op je verhaal. En in feite had het verhaal wat ik had, was het eerste deel van mijn rapport. Deel 1. Hè? Ja. En uh, na de reviews heb ik deel 2 geschreven als reactie op alle uh, opmerkingen die ik gekregen had. Oké, okay. mooi. Nice. Um, dus waar zaten we uh, ja, je hebt het begrip nu geïntroduceerd hoe je hoe er eigenlijk een soort van natuurlijk ja we, we zaten we, ja, de waarde van de munt hebben we nu gezegd ja. die, die komt wat mij betreft die handelsbalans um, en dan gaat het volgende mechanisme spelen op het moment dat uh, de, de Nederlanders de, de, de kaas een, een prachtige nieuwe verpakking weten te geven hij wordt meer waard dan gaan de Amerikanen gaan meer kaas kopen en dan stijgt dus de vraag naar de gulden, wordt de gulden meer waard. En dat heeft twee gevolgen. Punt 1. De volgende containerkaas die gekocht wordt, die is een beetje duurder. Want ja, die, die container kost nog steeds 10.000 gulden, maar de gulden is meer waard geworden. Dus de Amerikaan moet daar meer dollars voor betalen. Dus de, door de toename van de export stijgt de munt en wordt de export duurder. En dat remt dus die export weer een beetje af. Directe gevolgen daarvan is dat wil die kaasboer zijn export opvoeren, dat hij een nog mooiere kaasboer ja, gaat maken. Of hij moet de kosten terug gaan drukken door schaal te vergroten. Ja. Ja, dus die moet gaan innoveren. En um, dan moet je ook realiseren, stel dat één bepaalde tak in Nederland het heel goed doet de landbouw. Hè, we zijn een van de grootste landbouwexporteurs van de wereld, als piepklein landje. Um, die doet het goed, daardoor stijgt de waarde van de, de gulden. Maar dat houdt wel in dat onze petrochemie, onze chipmachines. Uh, dat die ook allemaal moeten gaan innoveren om nog steeds te kunnen verkopen. Dus er zit, hè, dat is een optimalisatie-effect. Door een stijgende munt krijg je dat de hele economie moet gaan innoveren. En daarom hebben we in Nederland ook zo ontzettend veel goede industrietakken. We zijn zowel goed in die chipmachines als in de landbouw, als in de tuinbouw, als in de machinebouw, als in de petrochemie. Ja. Dus al die, al die takken, daar zijn we. Zijn onze bedrijven zijn de top van de wereld. Waarom? Omdat ze gewoon 50 jaar lang hebben moeten innoveren ja. om te kunnen exporteren. Want het, het argument wat ik altijd van de euro. Uh, het is, is fijn dat de Euro misschien wat te goedkoop is voor Nederland. Want daardoor kunnen uh, we meer exporteren. Maar jij laat zien aan de hand van je verhaal en je data, dat ook in de jaren voor de euro uh, wij met een harde munt ook prima in staat ja. waren om een exportkampioen te zijn. Ja, en dat geldt ook voor Duitsland. De markt en de gulden waren knoerd hard. En dat is niet. Ja, ik praat nu over die kaascontainer... die wordt dan misschien een, een, een honderdste cent duurder de volgende keer... omdat de gulden ietsje duurder geworden is. Maar je praat over iets langere termijn over enorme verschillen. In de dertig jaar voor de euro... is de pz dat ten opzichte van de gulden met 80% gedaald. Dus een Hollands kaasje was in, was in 1960... in 1970 was een, een Hollands kaasje... Um, uh, in, in, in Spanje, was, als dat daar twee, twee peseta kostte, dan kostte die uh, 30 jaar later dan kostte die 10 peseta Het is vijf keer zo duur geworden. Ja. Dus dat zijn uit, op termijn, als je elk jaar een paar procent zijn dat enorme verschillen die optreden door die, uh, door die optimalisatie. En dat houdt dus ook in dat de Nederlandse bedrijven ontzettend innovatief moesten zijn om te kunnen voortbestaan. Ja, dat blijkt dus heel goed te werken. Ja. En het is natuurlijk op korte termijn. Um, vindt de minister van Financiën het hartstikke leuk als de munt in waarde daalt? Hè? Dus Zalm stond niet voor niks te glunderen toen de euro te goedkoop, uh, toen de gulden te goedkoop de euro in ging. Want die zag al uh, uh, onze export omhoog vliegen. Ja. Eh, want dan, dan ga je, dan zijn je. Je producten te goedkoop. Maar goed, dat is een situatie ja, dat na hebben de we geld. ook week besproken hier met het en dan met de invoering van de euro. Uh, we hebben de gulden. Uh, ja, maar dat, dat de, de, 13 te, te goedkoop ingeleverd. Ja. Uh, maar goed, dat daar moeten we de kijken. We die komen die zo even afkijken. op de nadelen van als we die niet ja. meer hebben. We moeten nog even terug naar de situatie waarin we wel een eigen munt hebben en waarin die optimalisatie nog bezig is. We hebben net vastgesteld dat qua export dat het de export een beetje afremt als de munt in waarde stijgt, maar hij stijgt in waarde door een groeiende export. Dus het gaat nooit de verkeerde kant op. Het is alleen een rem op de export, op ongebreidelde exportgroei. Um, dat is het ene effect. Maar het andere effect is natuurlijk dat de import goedkoper wordt. En dus doordat bijvoorbeeld de gulden stijgt... doordat onze uh, chipmachines opeens veel beter verkopen, hè, dan, dan zou dat zou een invloed kunnen hebben. Op het. Uh, als we die uh, zelfstandige munt niet zouden hebben, zouden we al de revenue van die extra verkopen zouden naar dat bedrijf gaan. Maar op het moment dat onze economie goed presteert en de munt wordt meer waard, dan wordt dus de import goedkoper. En daar profiteren alle Nederlanders van. Dus ook weer, net zoals bij die innovatie, dit is een, een mechanisme dat ervoor zorgt dat de, de welvaart die in bepaalde delen van de maatschappij gecreëerd wordt, via een stijging van de koopkracht terugkomt bij alle Nederlanders. Ja. Dat is een tweede. Mooi optimalisatie effect. Dat heb je ook zo. mooi in een plaatje samengevat, hè? Uh, waar je bij de, de, het handelsoverschot enorm ziet stijgen. Dan komen we zo, zo. dat, dat is het volgende plaatje. Ja, ja, ja. Daar zijn we, zijn we zo goed als, uh, al, ja. als op uit. Want nu, nu kennen we dus de, de voor- en de nadelen. Of de, de twee voordelen, zowel qua export als qua import van een, 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 een eigen munt hebben. En uh, ja, dus toen ik de, dat allemaal zo bedacht had en ik dit plaatje gezien had van, nou, die economie, uh, de, het evenwicht in de even economie, dat heb ik al aangetoond. Maar dan zou die, de handelsbalans zou je ook moeten kunnen zien dat toen we de euro kregen, dat die uh, explodeerde. Explodeert, ja. ja. Dus toen heb ik de, ook uh, dat op, import gezorgd, export opgezocht, afgetrokken. De, Trend bepaald, in de tabel gezet, uh, grafiek gemaakt op de knop gedrukt. En toen kreeg ik het volgende plaatje. Ja. En eerst snapte ik niet goed, want het, het is hetzelfde plaatje, plaatje als het vorige plaatje, maar het ziet er heel anders uit. Maar dat komt, die, dat handelsoverschot, de oranje lijn, die is zo geëxplodeerd dat de hele grafiek in, gedra, in elkaar gedrukt is. Hè? Die ja. drie onderste lijnen dat zijn dezelfde uh, drie als op de vorige. Maar die, die zie je, de, de top daarvan staat op, uh, op 150%. En nu hebben we opeens een grafiek die gaat tot meer dan 300 procent. Ja. Omdat onze, ons handelsoverschot echt geëxplodeerd is. En dat was zelfs een tekort, hè? Begin jaren 70. Nee, nee, nee. Dit, nee? dit houdt in dat de, de... Oh, nee. dat is natuurlijk de, dus de stijging. Was ja, dus ja. Hij was, we hebben altijd al een, een... De handelsoverschot is altijd al sterker gestegen. Ja. Zelfs in die slechte jaren ja, nee, ja, ja, ja. Dan, uh, dan dit. Maar wat een, ja, wat een verschil inderdaad. Ja, ja. Uh, dus... dus er was euforie van... Uh, nou ja, nu moet mijn verhaal wel kloppen. ja. Um, maar um, toen kwam er wel een tweede probleempje... en daar heb ik toch even over moeten nadenken. Deze grafiek heeft niet één knik in uh, 1999... maar die heeft er één in 1986 en één in 2007. Hoe kan dat nou? Blijkbaar is, is... Misschien zit er toch wel een foutje in mijn redenering. Dus moest ik even nadenken van... Uh, is dit nou een bevestiging of een, of een ontkrachting van mijn, van mijn theorie? Maar toen uh, na een tijdje nadenken... kwam ik er wel achter wat er aan de hand was... Um, Nederland net op het moment dat die heftige crisis uh, geweest was in de tachtig jaren, het wasnaakkoord en uh, de, de devaluatie van de Denemark. Toen werd besloten om de gulden aan de markt te koppelen. En dat lukte niet meteen. Maar in 1986 uh, lukte het om binnen een binnen een bandbreedte van een half procent te houden met, uh, met rentevariaties door, door een beetje te manipuleren. Uh, dus onze economie begon toen echt aan te trekken. Het was helemaal. Uh, uh, ja, Gezuiverd van zwakke bedrijven, dus we hadden sterke bedrijven over, de lonen waren omlaag. Dus uh, we, we waren competitief. Uh, de economie begon te groeien en op dat moment ging Duitsland samen met Oost-Duitsland. En dat was een enorme klap voor hun economie. Maar wij zaten aan die markt vast. Ja. Dus toen begon al vrij snel begon de markt, uh, onze eigen gulden voor ons te goedkoop te worden. Want we zaten aan de markt vast. En eigenlijk, als we die monetaire wel wat nog gehad hadden... dan was de gulden in die tijd meer gestegen. Ja. Dus toen begon de, de onderwaardering van uh, onze munt... begon eigenlijk niet toen de euro ingevoerd werd... maar toen we hem aan de markt koppelden. In 1986. En dat, dat is precies dat, dat eerste knikje wat je ziet. Nou, toen gingen we in de euro een beetje ondergewaardeerd... Hè, vanwege dat effect van uh, onze groei en de Duitse stagnatie... Um, dus toen, toen dat handelsoverschot bleef groot, maar je zou zeggen: ja, nu zijn we niet meer aan de markt gekoppeld, maar aan de euro, de veel zwakkere euro dan de markt. Dus op dat moment zou ons handelsoverschot omhoog Echt? moeten vliegen. En uh, dat realiseerde me ook niet meteen. Tot ik, en dan is het, het het volgende plaatje, tot ik keek naar de waarde van de euro. En die is tussen 2002 en 2008 ten opzichte van de dollar. Ten opzichte van de dollar is die met, van 80 dollar cent naar 160 dollar cent gegaan. Dus met 100% gestegen. Dus in die periode dat onze economie prima groeide... en normaal een steeds sterkere munt zou hebben... Uh, waren we wel iets sterker dan de euro, maar de euro groeide met ons mee. Dus we, we bleven qua handelsbalans uh, uh, stijgen. Dus nog steeds was de euro voor ons te zwak. Maar hij werd niet zwakker. Maar je ziet dat in, uh, na 2008, toen de euro in begon te zakken... Toen begon dat verschil ontzettend groot te worden en toen explodeerde ook ons handelsoverschot. Uh, dus ja, eigenlijk is het plaatje, omdat het in eerste instantie niet goed klopt, klopt het klopt wel veel beter met de werkelijkheid als je de onderliggende uh, verschijnselen ziet. Dus ja, dat was, een, uh, dit was een, een, een vondst en uh, ja, toen was ik echt helemaal overtuigd van: uh, ik heb iets en het is de moeite waard dat dat naar buiten breng. Da is, ik heb het geval uitgewezen voor Nederland, ja. hè, want uh, wij hebben natuurlijk een hele sterke economie. Um, ook wel, ja, ook net als Duitsland, toch wel door de mensen. Hè. Mensen in Nederland zijn, uh, hebben een goede arbeidsmoraal, maar we hebben Nederland ook heel goed georganiseerd in uh, brancheverenigingen en in, uh, in goede regels. overheid functioneert redelijk goed vergeleken met uh, Zuid-Europese landen. Dus wij hebben, uh, voor, onze, voor onze bedrijven is het redelijk gemakkelijk om productiviteitsstijging te realiseren. En je, dat. De Grieken zijn ook harde werkers. Ik heb ooit in een Atheense familie gelogeerd, een weekje in de tachtige jaren. En die mensen hadden allemaal twee banen. Alle Grieken hadden het idee van: als ik maar hard werk, word ik een Onassis. Ja. Dus, maar als je overheid niet goed functioneert, dan resulteert dat niet in voldoende productiviteitsstijging. Dus uh, uh, het is meer de, de, de andere inrichting van de, van de maatschappij en het slecht functioneren van de overheden waarom die landen niet mee kunnen. En Frankrijk is veel te. Socialistisch georiënteerd. Hè, met allemaal verworven zoals laag pensioen, korte werkweken, ja. grote pensioenen. Uh, en Italië en Griekenland hebben gewoon een hele corrupte regering die te weinig belasting int. Dus het, daardoor, door die problemen kunnen die landen ons niet bijhouden. Het is niet dat, dat, dat die mensen niet zo hard willen werken. Zoals nee, het mij. heeft niks met, uh, met hun DNA te maken. Het is dus gewoon de, de cultuur en de instituties die zo zijn vormgegeven dat het ja. gewoon eigenlijk weglekt. Ja. Als, je, als je daar. Uh, Komen. Dus ik heb net uitgelegd hoe goed het is voor Nederland om ja. die monetaire welvaartoptimalisatie te hebben. En dan zou je dus intuïtief denken: dat zal wel heel slecht zijn voor die Zuid-Europese landen. Maar dat is niet waar. Ook voor die Zuid-Europese landen uh, is het het beste om een eigen munt te hebben die dan steeds zwakker wordt. Dat is moeilijk te begrijpen. Ja. Hè, want uh, nou, uh, sowieso al, dan wat ik net over dat kaarsje zei. Buitenlandse spullen worden onbetaalbaar. He, dat is ontzettend zielig voor die Spanjaarden... dat ze die Hollandse kaasje niet kunnen kopen. Nee, dat is heel fijn voor die Spanjaarden. Want daardoor kopen ze Spaanse kaars. Ja. Als die munt niet telkens zou devalueren... dan zouden hun eigen producten allemaal te duur worden... voor de eigen bevolking. En zou niemand meer eigen producten kopen. Dus dat is het einde van je, van je lokale economie. Tegelijkertijd... Ja, als de, de munt te duur is voor jouw land, dan uh, stort je export in en dan uh, krijg je werkloosheid, faillissementen. Ja, en wordt je ja. eigen markt overspoeld... met goedkope producten uit het noorden. Ja, ja. En, um, en lonen, je zou kunnen zeggen... oké, okay, dan moeten ze een interne devaluatie doen... door bijvoorbeeld uh, lonen en prijzen aan te passen. Maar dat is heel moeilijk om, om te realiseren. Ja, ja. En dat hebben we natuurlijk in, in Griekenland geprobeerd... Uh, met, met allerlei programma's vanuit de trojka, ja. Maar dat, dat, dat werkt lastig, het is moeilijk. Ja, nu, nu lopen we door. weer ja. vooruit naar wat er gebeurt... als ja. we dan overgaan in de euro. Ja. Ik, zeg, ik, ik Nu even beperkend tot de monetaire welvaartoptimalisatie... Op die zou inhouden dat die landen de munt... Elke jaar uh, in waarde minder wordt. Wat we ook dertig jaar lang gezien hebben voor de euro. Maar het gevolg daarvan is dat die economie gewoon blijft draaien. Ja. De, de lokale economie kan ook de spullen leveren voor de lokale bevolking. En de export blijft op peil. Want ja, die uh, kaas uit, uit Spanje werd ieder jaar goedkoper voor de, de Amerikanen. Ja, het werd weer duurder omdat hun productiviteit niet genoeg steeg. Maar het werd gecompenseerd. Dus de, de economie draaide, de bedrijven draaiden, er was werkgelegenheid. En ja, de buitenlandse producten werden steeds duurder. Maar de, dat, de mensen waren gelukkig, hè? Dat laat je, de ook zien, waren, ja, dat laat dat je in je rapport ook zien. Ja. Als je kijkt naar de, wel, de, de, de welzijnsindex, wat nog wel belangrijker is dan welvaart. De gemiddelde Griek was gewoon een stuk gelukkiger ja, ja. voor de invoering van de euro. Ja. Dat is objectief gemeten. Hetzelfde ja. geldt voor de Italiaan. Ja. Ja. Nou, dat, in dat eerste stuk over het kernprobleem van de, de nu zei ik het ook al, en dat was dus in, in 2014, van um, Europa is een land met hele verschillende culturen en um, op het ogenblik is het zo dat wij met de euro voorschrijven hoe de Zuid-Europese landen zich moeten gedragen. Wij weten blijkbaar hoe je moet leven, hè? Nou, dan moet je even gaan kijken van wie weet dat eigenlijk het beste. Ja. Een Duitser die zijn hele leven zich kapot werkt en in een betonnen flatje woont. En, uh, en als hij met pensioen gaat, uh, misschien nog een buitenlandse reis kan maken. Of een Italiaan die het hele, hele, uh, zijn hele leven lang veel aandacht aan familie besteedt, een wijntje drinkt, maar geen dikke Mercedes kan rijden. Ja. Wij, zijn er, wij kunnen niet bepalen wat zij moeten doen. En toch was het zo dat. Um, ik heb daar regelmatig over gepraat. Ook met mensen en daar. Zelfs een keer met Mark Rutte. Heel kort. Maar dat was openbarend wat er dan uitkwam. Van uh, hoe moet dat nou met de euro? Ja nou, dit is heel simpel. Uh, Zuid-Europeanen moeten gewoon de product productiviteit ver verhogen. Hè, net zo hard gaan werken als wij. En dan is het probleem opgelost. Ja. Hè, dus we willen dat de Zuid-Europeanen... dat Duitsers worden. Ja, dat maar maar dat, je er, niet, zijn, dat je daar kritiek op hebt... dan word je afgeschilderd als een nationalist... of, of, of extreme rechts of anders is. Maar... Het is ook een hele linkse gedachte, gedachte, eigenlijk, als je naar Arjo Klamer luistert, die natuurlijk in de jaren negentig uh, uh, als, 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 als een van de weinigen, maar wel met een groep van andere economen waarschuwde voor de manier waarop de euro zou worden vormgegeven. Dat het gewoon niet zou gaan werken vanwege de verschillende culturen ja. binnen Europa. Die heeft gewoon 100%. Helemaal, uit. hij heeft daar zo zinnige dingen over gezegd. Dus ja, de, hij, gaat ook, hij heeft ook ideeën over regionale economieën. Daar um, ben ik het niet helemaal mee eens. Maar hij denkt heel erg veel in die richting en hij is een sociaal-econoom. Dus ja. hij, hij, voor hem zijn dit soort effecten ontzettend belangrijk. En ja, daarom heb ik ook wel, wel aandacht aan. Dus ik ben best wel beïnvloed door Ayo. En ja. door tien jaar geleden vrij vaak met hem gepraat. En onlangs ook nog een paar keer. Dus ik, daarom betrek ik die argumenten het ook heel erg bij. Waar worden mensen gelukkig van? En dan uh, is het een, een steeds dalende munt, omdat je minder productief bent, omdat je prettig leeft, is een prima deal. Ja, dus dat, ja, daarom is het. ook mijn, mijn opstelling van de monetaire welvaartoptimalisatie, die werkt prima voor een sterke economie, maar die werkt ook prima voor een zwakke economie. Voor allebei is die optimaal. Daarom heet die optimaal, hè? niet ja. maximaal, ja. maar optimaal. Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat vind ik een, uh, daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat ik, dat ik het een keer naar buiten breng, omdat het, uh, ik denk ja. dat het kern zou moeten zijn ja. van de monetaire economie. En toch, toch hoor je er eigenlijk nooit over. Dus uh, ja, dat, uh, dat was het, de uitleg voor het begrip. We hebben het plaatje er inmiddels bijgehaald, wat het toch weer, nog, nog weer uh, bevestigt. En wij zijn al een paar keer overstapt naar. van... Uh, maar wat gebeurt er als je in de euro gaat? Ja. En dat, we hebben al een paar keer de effecten aangegeven. Nou, dus de, de, de luisteraar zal het al wel begrijpen. Ja, als je in Nederland de, die monetaire welvaartoptimalisatie wegvalt, dan uh, explodeert onze export. We zijn. Na Duitsland en China de grootste exporteur van de wereld. Absoluut in euro's. Ja. Het is belachelijk dat dat is. En qua voedselexporteur, geloof ik, tweede van de wereld. Ons handelsoverschot is het, derde, het vierde grootste van de wereld. In, in die orde van grootte. Absoluut in euro's. Ja. Dus dat is totaal uit de hand gelopen. En als je dan ziet dat er in Nederland overal voedselbanken zijn en dat de koopkracht maar niet stijgt... dan zie je dat die, dat, dat evenwicht is uitgelegd. Dat, dat is die tweedeling van enerzijds dat dat, dat gave land eh, van... kijk, ons is van die kampioen hebben, exporterende bedrijven... en we doen het als land als totaal zo fantastisch... maar ja. aan de andere kant Bevolking Bevolking bevolkingsgroepen groepen die er helemaal niks aan hebben. Nee, nee. Nee. En dan krijg je op het ogenblik ridicule dingen... dat een Klaas Knot gaat zeggen van de lonen moeten omhoog. Ja. En dat Rutte zelfs gaat zeggen, de lonen moeten omhoog... En sommige mensen zeggen van ja, het feit dat de koopkracht achterblijft, is het gevolg van de zwakke vakbonden, anders hadden ze wel hogere lonen afgedongen. Nee, dat is monetair. Er is gewoon. Wie zijn in Nederland de werkgevers? Dat is het MKB en de overheid. Ja. Nou, het MKB dat, dat krijgt te weinig geld binnen omdat de koopkracht laag is door de euro. En de overheid krijgt te weinig geld binnen omdat er te weinig belasting gegeven kan worden op het MKB, omdat die te weinig omzet hebben. Ja. Ja? En de overheid, bijna alle uitgaven van de overheid, zijn lonen. Van mensen die we. veruit de grootste is de zorg. Uh, tweede zijn de uitkeringen. en de derde is onderwijs. Nou, dan heb je nog wat andere ministeries. maar dan heb je eigenlijk al wel driekwart van de uitgaven van Nederland gehad. Dat zijn allemaal lonen. Dus als de ja. lonen in Nederland omhoog moeten. gaat meteen de staat failliet. en het MKB failliet. Kijk, en, bij, de, bij de exporteurs kunnen die lonen natuurlijk wel. Die maar wel, ja. Maar ja, dat kunnen... is natuurlijk een nadeel van de economie. wordt vaak gesproken in aggregaten. en totaalgrootheden. maar de waarheid ligt natuurlijk. of de werkelijkheid is veel genuanceerder. En. MKB'ers zitten vaak al tot een nek in, of in de schulden of, of hebben lage winstmarges. En die kunnen inderdaad niet zo makkelijk die nee. lonen verhogen. En met een hardere munt heb je een automatische correctie in je koopkracht. En is iedereen blij. Ja, ja. Dat, dat is die optimalisatie van de welvaart. Die vindt plaats door een totale uh, toename van de koopkracht. Op het ogenblik krijg je dus dat die de ASML die kan betalen wat hij wil voor zijn mensen. Dat maakt dat maakt totaal niet uit. Um, maar een ASML innoveert nog wel. We hoeven, ja, ik wou eens even het, het niet argument erg. van een, een, een zwakke munt zorgt voor luie bedrijf. ASML laat zien dat je ook met een zwakke munt ja. heel erg innovatief kan zijn. Dus ja. dat is, we in Nederland hebben we nu helemaal ontzettend goed technisch middenkaart. Er ja. zijn een heleboel bedrijven waar ingenieurs werken die gewoon niet kunnen nalaten om te innoveren. Ja. Maar je ziet wel over het algemeen dat de productiviteit die ja, onze groeiende onze betere producten, dus de stijging van de, de export en de stijging van het handelsoverschot, dat is uiteindelijk gebaseerd op um, uh, verbetering van de, de efficiëntie. Dus dat je een, of een beter product maakt, of een product, hetzelfde product voor minder geld. Dat is uiteindelijk de kern van innovatie. En dat, dat zou je dus terug moeten zien in de stijging van de productiviteit. Maar die begint de laatste jaren te dalen. En ook de productiviteit van de overheid begint te dalen. De productiviteit per gewerkt uur begint te dalen. Dus er treedt toch een soort van uh, luiheid op in, de, ja. in onze economie, die veroorzaakt wordt door het feit dat we ons überhaupt zo verkopen in het buitenland. Ja. Dus ik, heb, uh, ik ben lid van het clubje Hightech Bedrijf in Delft. Daar zijn we allemaal lid van geworden toen we ons bedrijf startten. En uh, nu zijn we in de, allemaal in de fase dat we uh, beginnen over te dragen. Uh, maar ik heb dus een jaar geleden de eerste lezing over dit rapport gehouden voor dat technische clubje. En toen zei ik op een gegeven moment ook zo jullie zijn allemaal op je sloffen wereldleider geworden in, op jouw vakgebied. Hè? Dus al die mensen verkopen over de hele wereld. De meest fantastische producten hebben eigenlijk geen concurrentie. Ik zeg van hartstikke mooi, jullie hebben een prachtig product geleverd, jullie zijn hartstikke slim. Maar ik heb jullie net uitgelegd dat de, de gulden waarschijnlijk wel, de euro waarschijnlijk meer dan 50% te, te laag gewaardeerd is voor ons. Zou jij ook nog je spullen verkopen als ze twee keer zo duur waren in het buitenland? Dat heb ik toen die vraag heb ik toen aan ze gesteld. En toen keken een aantal, aantal andere mensen: het zou wel een stuk moeilijker worden. Ik zou wel. Het, het, toen zag je ze denken van: dan moet ik wel dingen gaan doen. Ja. Dan Dat zeggen we dat is het begin van de luiheid. Als je zegt van: oh, als ik, mijn, als ik mijn prijs zou moeten verdubbelen, wat zou ik dan moeten doen om nog te kunnen verkopen in het buitenland? Die vraag stellen ze zich nu niet, want ze duwen iedereen van de markt. Trump was boos op Duitsland. Want Duitsland uh, moest de Mercedes duurder worden, maken, want onze Europese auto's duurden die, die de Amerikaanse fabrikanten van de markt. Had hij gelijk in? Die Mercedes zijn de helft te goedkoop in Amerika. Vanwege de euro. Ja. Ja, dus je, je ziet hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoe slecht het eigenlijk is, ook voor ons, als, dat we nu in de euro zitten, die veel te zwak voor Nederland is. Onze industrie begint stiekem ongemerkt. ...te verzwakken en als we dus weer een eigen munt zouden moeten hebben... ...moeten die weer langzaam invoeren om te zorgen dat er geen, geen, geen klappen gaan vallen. Dus dat is het effect voor ons, maar we hebben het al over gehad... ...het effect voor de zwakke landen is desastreus. De euro is veel te sterk voor Spanje, Italië en Griekenland en Portugal... ...dus hun export is veel te duur. En dat levert voortdurend ja, te weinig faillietgaande bedrijven... ...te weinig banen, werkloosheid... Het dalende levensstandaard, mensen die bij hun ouders moeten gaan wonen. En, uh... en een enorme afhankelijkheid van, uh, van Brussel. Krijg je. Ja. Want de door, door de, ze hebben daardoor transfers en daarom ja. ook de transferunie en steunfondsen nodig. Ja. Om in ieder geval nog een bestaansminimum te kunnen garanderen. Ja, die economieën zijn, kunnen niet meer zelfstandig overleven. Dus dan ontstaat een transferunie. Uh, maar als we het over de euro gaan krijgen zo meteen, uh, of dieper, dan gaan we, kunnen we daar dieper op ingaan. Uh, maar dat helpt ze niet. Nee. Dat helpt ze niet. En het zorgt ook voor een brain drain, wat we natuurlijk ook in, in Griekenland uh, met name zagen tijdens het dieptepunt ja. van de crisis. Dus, ja, al mijn uh, high-tech vriendjes hebben Spaanse, Griekse uh, yeah. uh, ingenieurs in dienst op het oog. Ja, kijk in Veldhoven, ja. inderdaad, bij ASML, wat daar aan. Uh, ja, er zitten ook veel Aziaten, uh, denk yeah. ik. Maar, uh, ja, uh, maar die komen er soms met andere motieven natuurlijk. Uh, ja. Maar er zijn dus veel, uh, ja, de, als je wat kunt in een zwakke yeah. regio, ga je naar een Nou, daar kunnen we al wat op vooruit lopen. Um, nee, laten we het niet doen. Nee, het ik, doen. ik volg jouw ja, lijn, ja, uh, Theo. Ja. Nee, met een slok, inderdaad. Dus we hebben nu um, besproken uh, wat, het, wat die monetaire welvaartoptimalisatie is en hoe het uitpakt voor zowel uh, sterke landen als, als, uh, als zwakke landen. Ja. Um, eh, maar nu we dat geconstateerd hebben, um, hoe nu verder? Want of, 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 ja, ja. dat is natuurlijk de, de hamvraag van ja. uh, dit, dit klinkt allemaal heel logisch. Ik, ik heb natuurlijk heel veel gesprekken hier gehad met mensen die een beetje op dezelfde manier over denken als jij, ja. um, die misschien op iets andere punten, of een paar punten afwijken of andere woorden gebruiken. Maar er, er wordt wel de, de consensus, in ieder geval hier in de studio, is van oké, okay, die one size fits all werkt niet. Dus dan wordt het dan one size fits none. Ieder land heeft een behoefte aan zijn eigen rentebeleid, zijn eigen wisselkoers. Uh, dat zie je dan ook terugkomen in de grafiek. Als Nederland die uh, gulden had, uh, had gehad, nog steeds, of een harde, harde gulden had gehad. dan was onze koopkracht meegegroeid met, uh, met het BBP, wat nu niet gebeurd is. Uh, dus is, is dat dan, dan voor jou uh, een reden om te zeggen. Nou ja, laten we dan maar uit, uit die euro stappen? Of? Um, als het kan niet. He, dat is heel simpel. Die, uh, uh, er zijn voordelen aan de euro. Uh, maar het voornaamste is dat als je nu uit de euro stapt, dat je dan, uh, voor je het weet, uh, enorme ellende op je hals haalt. Hè. Dus uh, um, dat is een, een, een dilemma. Hoe langer we erin blijven zitten, hoe groter de ellende wordt als, het, als we eruit stappen of als die klapt. Maar om nu een enorme crisis te veroorzaken terwijl het de zon schijnt en het allemaal goed lijkt te gaan, niemand durft persoonlijk die verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk dat als ik. Um, de baas was in Nederland dat ik ook niet uh, zou zeggen: Oké, okay, jongens, we gaan uit de euro stappen. Um, ik ben wel bezig aan een oplossing waarbij we het probleem kunnen oplossen, uh, maar dan hopelijk uh, op een manier waarbij de, de euro uh, of een, een soort euro uh, blijft bestaan en we ook niet via een ongecontroleerde uh, chaos naar een nieuwe situatie moeten. Het, 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 al, al dat soort situaties leveren uiteindelijk wel iets goeds op. Hè. Ook, ook uit oorlogen komt uiteindelijk... en uh, die hebben uh, bepaalde voordelen. Maar je, kunt, je hebt altijd kapitaalvernietiging... en uh, uh, individuele ellende. Hè. Dan kun je vaak nog de grote groepen een beetje uit, uh, uit, de, uit uh, de wind houden. Maar er zijn altijd slachtoffers in zo'n chaotische situatie. Dus wil je, dat wil je voorkomen. Dus mijn oplossing ja. zou zijn... we moeten uit de one size fits all euro... er moet geflexibiliseerd worden... En er zijn een heleboel oplossingen voor. En ik wil een oplossing waarbij die monetaire welvaartsoptimisatie hersteld wordt. En de, de meeste oplossingen die er aangevoerd worden, doen dat niet. Dus ik, uh, ik zit echt te zoeken en ik heb, ik heb ook wel een plan om dat op te lossen. op een manier dat, het, uh, dat, uh, dat we zonder chaos uh, de zaak uh, weer de goede kant op kunnen krijgen. Ja, Ik heb een keer Harry Geels in de studio gehad. Die had een matrix gemaakt van allerlei verschillende oplossingen. De guldenmark, waar, waar uh, Dirk-Jan Epping ook wel eens uh, uh, mee bezig ja. geweest is. Tot de Matteo-solution, de euro, de euro En dan kunnen we in de toekomst ook uh, jouw oplossing misschien uh, aan toevoegen. Maar het, het lijkt Moet mij... Moet je ook een criterium toevoegen ja. van monetaire welvaart op de... Gaan we die ook toevoegen? Ja. Maar het, het, ik, het zou tijd worden, denk ik. Uh, en ik probeer het een beetje hier uh, op onze eigen wijze te doen met deze gesprekken. Maar het zou het goed zijn als er allerlei experts... Is samenkomen in een, in, een, in, een, in een soort van denktank of een commissie. En niet iets wat, wat jaren dan gaat duren, maar iets wat de komende maanden gaat gebruiken om de verschillende oplossingen uit te werken. En dan niet alleen maar de uh, standaard-economen die het uh, discours uh, overheerst in Nederland, maar juist ook mensen zoals jij, uh, André, uh, outsiders, ingenieurs, die op hun eigen manier met, met een verse blik naar het probleem kijken. Ja. Dat zou denk ik heel nuttig zijn om, om dat eens een keer nou, ik denk dat het, dat te gaan vormen. En, en, dat, en daar advies uh, uit te laten komen richting de regering. En waar, waarmee dan kan worden um, uh, uh, een soort van een voorbereiding kan worden getroffen naar de toekomst. Er is natuurlijk een plan B, hè? dat weten we. Ja, ja, ja. Dat wordt dan angstvallig geheim gehouden. Mensen die het, de parlementariërs die het inzien, die mogen er niks over zeggen. Dat vind ik heel erg ondemocratisch. Ik begrijp wel waarom, maar het geeft mij absoluut geen goed gevoel. Want ja. misschien dat, dat als jij er naar kijkt, dat je ineens denkt: van ja, wacht eens even, dat is een onzinnig plan, dan kunnen je beter zo en zo doen. Ja, ja, ja. Want jij hebt ook geen inzage erin, toch? Of je hebt, ken je ook geen mensen die daar iets over losgelaten hebben? Of? Ja, maar het. Uh... Te weinig om te zeggen dat ik uh, of het een goed plan is of een slecht plan. Geef je niet nee. vertrouwen of, of voldoende vertrouwen? Ik weet er te weinig van nee. om, om daar een oordeel over te hebben, maar. Um ik denk dat uh, ik wil in ieder geval een plan maken wat uh, in die laag kan, waar, waar ik uh, wel ja. lekker bij voel. Ja. Uh, of, of het helpt om al die economen bij elkaar te zetten. Ik werd nog wel een beetje verdrietig van de, de, de vrolijk naast elkaar geponeerde meningen tijdens die uh, expert-meeting. Ja, in februari. Ja, dan, dan denk ik: van, daar schiet je helemaal niks meer op. Dus je zal hier als Kamerlid bij zitten. En je kon er helemaal niks mee? Je kon er helemaal niks mee. Nee. He, dus dan zie ik meer heil in, in mijn aanpakken achter de schermen. He, ik kom nu naar buiten omdat ik denk ik heb toch iets belangrijks te vertellen. Maar ik zou in principe achter de schermen werken en um, uh, proberen aan de hand van de reviews het verhaal, mijn mogelijke oplossing, te verbeteren. En dan inderdaad te kijken: van zijn er mensen in die groep die zeggen van nou, daar wil ik wel aan meedenken, ik wil, ik wil mijn naam er wel aan verbinden. Ja. En dat je dan een groepje zegt van nou wij zijn eigenlijk voor deze oplossing. En dan niet alleen ingenieur Theo Wolters, maar ook monetaire economen met naam. En uh, ja. gelukkig zijn, de, zijn de, de meeste economen ontzettend aardige mensen. En zijn ze allemaal bereid om mee te denken. Het was ook heel gemakkelijk om. Uh, mensen naar, mijn, naar dit verhaal te laten. Ja, kijken. dat is fijn. Dat is fijn. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat uh, een aantal uh, echt to top-economen bereid zijn om ook naar mijn oplossing te kijken. Dan vragen ze zelfs meteen naar als uh, ja. uh, in mijn rapport staat uh, dat ik een oplossing heb. En de eerste opmerking die ze dan zeggen: wat is die oplossing dan? Ja, maar als je jouw je stukken leest, dan, dan, dan je leest het echt van: oké, okay, dit is interessant. Ja, eens, eens. En nu. ja. ja. En dus, dit, dat, dus ik weet zeker dat er, dat er een aantal echt belangrijke, goede, goede monetaire economen naar zullen kijken. En ik hoop dan dat er een paar zijn die zeggen, nou, ik ben het daar wel niet mee eens. Maar hier, hier is mee te werk. en we kunnen kijken of we daar een oplossing voor kunnen maken. En dan met een, ik ben meer voor dingen uitwerken in gelijk, gelijkgezinde groepen. Dan een, een debat tussen een aantal mensen die het niet met elkaar eens zijn. Dat, dat is niet erg productief. Nou, je zag het in, het in de Tweede Kamer, hè, Lex Hoogduin met, met Van der Kwaak... die heeft dan ook onderzocht wat het kost om in de transferunie te blijven. En dan praten ze over bedragen. Als rond de 35 miljard, ineens werd het verdubbeld naar 70 miljard per jaar. En Wim Boonstra zegt, ja, maar het kost honderden miljarden... al juist als je uit de euro stapt. Want dan zijn je, je buitenlandse investeringen... moet je dan eens gaan, gaan afwaarderen als de, de nieuwe gulden... dan stijgt ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar. Er zijn allerlei verschillende extreme projecties... In Scenario's van verschillende economen, maar je zou willen inderdaad dat het allemaal bij elkaar komt. En dat er dan een overkoepelend uh, rapport komt met allerlei verschillende scenario's, afwegend van oké, okay, dit uh, beste regering, is de beste uh, strategie voor Nederland. Ja, sensueur zou je zeggen dat moet, uh, moet zo. Ja. Als je goed met elkaar praat, moet je eruit kunnen ja. komen. Op, op zonder framing feiten. en zonder labeling en ja. mensen. Uh, maar dat gaat schilderen. Het is over het algemeen lastig. beter in de ja. stilte. Hè? Dus ja. in, uh, zeker bij zo'n meeting, dan zie je dat ook hoge, hoge, Hogevorst en, uh, en, en Hoogduin. dat die dan toch voorzichtiger zijn dan wat ze bijvoorbeeld in een interview met jou zeggen. Ja. Hè? Dus dat, uh, je kunt, als je dat achter schermen, iedereen kan vrij uitspreken. Uh, dan, dan kom je verder en dan heb je, dan heb je kans dat er iets groeit. We ze zeggen, nou in deze richting moeten we de oplossing zoeken. En dan kun je zeggen, nou, nou, nou zetten we een, 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 een team aan het werk om het ook echt keihard uh, ja. in een goed onderbouwd stuk uh, te brengen. Want een andere oplossing die je ook noemt, die eigenlijk geen oplossing is, is van ja, anders maken we er gewoon uh, een, 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 een politieke unie van. Ja. Uh, en dan uh, wordt iedereen uh, gelukkig. Maar dan is uh, het interessant, want jij wijst dan naar de Verenigde Staten, uh, Duitsland van vroeger, Italië waarin je aangeeft dat zelfs een optimaal valutagebied... volgens de theorie eigenlijk helemaal niet het beste is. Nee, nee, nee. Dat, uh, ja, dan, dat, dan moeten we dat optimaal valutagebied... Ja, even even voor nog. sommige ja. mensen uitleggen. De meesten die hier kijken zullen we het wel weten. Maar al, al in de zestig jaren heeft uh, Mundell ooit... criteria geformuleerd voor een optimal currency area. En dat, dat zijn er een heleboel. Uh, maar ik kan ze heel kort samenvatten in drie belangrijke. Uh, vrij verkeer van kapitaal en arbeid... En, uh, vrij verkeer van arbeid houdt in grote arbeidsmobiliteit. Ja. Uh, twee uh, is de, dat het moet gaan over in fase zijnde en liefst convergerende economieën. Dus economieën mogen niet te ver uit elkaar liggen. En de derde is, ge, en dat is een, 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 een gegeven: grote transferbedragen. Dus de, de rijkere gebieden moeten bereid zijn om grote bedragen jaarlijks. Langere tijd te betalen aan de zwakkere gebieden. En dat vereist een soort van gemeenschappelijke identiteit of cultuur ja. of taal. Dus ja. in Amerika zijn, ze, zijn de rijkere staten gewend en bereid, net als wij in Nederland, dat de rijkere regio's geld overmaken aan ja. de arme regio's, omdat je met elkaar een ja. verbondenheid voelt. Die, uh... Die is niet rationeel. Nee. Dat is het. Dat heeft echt te maken met het, het solidariteitsgevoel wat in onze soort. Ja. Genetisch is ingebouwd en waarbij je jezelf identificeert met een bepaalde groep en niet met een andere groep. En in, dat is genetisch natuurlijk, komt het uit de tijd dat de volgende vallei een, ook een stam woonde. En uh, als het voedsel op was, dan had hij maar één mogelijkheid: is dus jou overvallen en jou en je voedsel opeten. Hè? Dus uh, de mens heeft geen natuurlijke vijanden. Dus als de, zolang de voedselproductie groeit, groeit de mens. En als de voedselproductie daalt, dan gaan we elkaar uitmoorden. Dus die. We zijn toch erg geneigd om te denken in van dit is onze groep en daarbij ben ik solidair. Daar geef ik voedsel aan. He, de, het nabuurschap in, in het oosten van ja. Nederland. Uh, de Scandinavische landen met een extreme um, uh, solidariteitsbasis. Ja. Maar ja, wat wil je in die landen? Is het zwinters, drie, vier maanden, is, het gewoon, uh, is alles ondergesneeuwd. En zit iedereen met z'n allen in één kamertje. Dus je moet sowieso heel beheerst gedrag vertonen. Dat kennen we ook al van de Scandinaviërs. Maar als je je graan beschimmeld is, dan ga je naar de buren en dan ga je samen honger leiden totdat er weer, eten, weer voedsel is. Dus die, die solidariteit gaat daar tot, tot op het bot. Maar dat eist ook enorm sociaal gedrag van de ander. Dus die, die wederkerigheid zit daar wel in. Hè? De sociale controle in Scandinavië is enorm. Dus um, die solidariteit die, die, die is beperkt tot wat je tot je eigen groep rekent. En mensen die zich heel anders gedragen en uh, die niet in jouw norm en waarde passen, daar voel je dat, dat gevoel niet bij. Nou, de, het kan niet beter uitgelegd worden dan door de onlusten die er nu in Frankrijk zijn. De Fransen hebben als, die zien zichzelf als een socialistische natie en die hebben sociale verworvenheden. Hè, en de, de korte werkweek, het, het, het vroege pensioen en uh, dat soort dingen, dat zijn sociale verworvenheden. Dan mag je niet aankomen. En de regering is de vijand als die dat wel doet. Ja. Daar hebben ze groot gelijk in, want het is hun land. Ja, en alleen Macron, en Macron probeert Europa, ook recent in, 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 in meetings met, met Xi Jinping in China en ook in allerlei opiniestukken, probeert Europa neer te zetten als natie, als, ja. als, als, als blok. Nou, naast... natuurlijk. Ja, het, daar heeft hij gewoon niet intern de support voor, niet nee. in zijn eigen land, nog in andere landen. En dat hij nu die pensioenen gaat verhogen, is, is niet omdat de Nederlanders zeggen: ja, we stoppen met betalen. Um, aan Europa, omdat die, de Zuid-Europeanen veel vroeger met pensioen gaan. Wij gaan naar richting 70 jaar met ons pensioen. En zij willen ni niet van 62 naar 64. Nee. Ja, daar gaan wij niet voor. Wij gaan niet twee jaar langer werken om hen twee jaar eerder met pensioen te laten gaan. Maar dat is niet de reden dat Macron die pensioenen wil verhogen. Het systeem is totaal onhoudbaar. Ja. De Zuid-Europese landen hebben veel te hoge uitgaven aan hun pensioenen. En als ze de vergrijzing inzet, is het totaal onhoudbaar. Ja. Dus daarom moet hij wel. En dat heeft niks te maken met het feit dat hij denkt: van, nou, ik moet het even goed doen als Nederland. Nee. Maar voor de Nederlanders is dat een andere groep mensen. We vinden ze prachtig, we gaan er graag op vakantie. Ja. En we spreken drie woorden Frans en we vinden dat fantastisch. Maar het is een we, andere vallei om jouw beeld te Het spart. is een andere vallei en we, we willen niet eindeloos daarvoor verantwoordelijk zijn. In Amerika geldt dat niet. Daar, daar vinden de rijke staten het volkomen logisch dat ze gewoon jarenlang geld betalen aan de arme staten. Alhoe je natuurlijk ook een enorme scheiding begint te krijgen tussen uh, republikeinen enerzijds en, en Ja, maar dat is iets anders. Dat is, dat, dat is het eerstvolgende wat we, wat we hierover wouden zeggen. We hebben dat een beetje vermeld. Als je dan zo'n muntunie hebt die voldoet aan die criteria, dan kan zo'n munt eindeloos bestaan. Hè? Monetair ja, gezien. Ja. Hè? Er zijn andere redenen waarom ik denk dat de, de, de dollar. Ook in zeer zware problemen gaat komen. Maar dat is niet omdat het geen optimal currency area nee. is. Uh, alleen die transferbedragen, die doen iets. En de, wat er in Europa continu gesuggereerd wordt. is als we maar die transferbedragen overmaken. dan uh, gaan de, de economieën convergeren. Maar alles in de geschiedenis bewijst dat dat niet zo is. Alle, alle landen waarin er economisch verschillende gebieden waren. maar wel één munt. daar kreeg je een transferunie van uh, rijk naar arm. En daar werden de arme, arme gebieden die werden niet rijker. Dus West-Duitsland, Oost-Duitsland, Noord-Italië, Zuid-Italië. Amerika, de, de, Noord-België, Zuid-België, Wallonië en Vlaanderen. Ja, Wallonië en Vlaanderen die, die hebben dan wel een redelijke. Die hebben dan wel één munt nu, maar binnen de euro. Wallonië krabbelt een klein beetje op, heb ik begrepen. Maar het heeft nooit. Nee. De transferunie binnen België heeft Wallonië nooit geholpen. En ja, de Oost-Duitsland is helemaal duidelijk. En waarom is dat? En dat is dus de, de zwakte van die optimal currency area uh, theorie. Uh, hoofdeis voor, voor die munt om te kunnen bestaan. is de combinatie van arbeidsmobiliteit. en uh, transferbedragen. En die leidt ertoe dat de, uh, ja, als je in het slechte gebied zit. en je hebt iets geleerd. dan ga je uh, veel geld verdienen in het goede gebied. Want er is uh, arbeidsmobiliteit. En daardoor verpaupert het arme deel. En, in, en toen die theorie bedacht werd in de 60e jaren. ging alles om goedkope arbeid. Dus toen, toen gingen ze ervan uit, nou, als het ene gebied um, uh, de loon veel lager zijn, omdat het een zwakker gebied is, dan gaan de bedrijven daar zitten, omdat er goedkope arbeid is, en dan neemt de welvaart daar toe, en dan convergeren die economieën naar elkaar toe. Maar dat is uit de tijd, want industrieën gaan niet meer zitten op de plek waar lo lage lonen zitten, die gaan zitten op de plek waar hoogopgeleide mensen zitten. Dat zie je zelfs in Nederland, hè, alle bedrijven willen in de Randstad zitten. Ja. Dat, dat, dus de... Bedrijven tegenwoordig hebben gewoon hoogopgeleide mensen nodig. Het echt uh, laagopgeleide werk, dat doen machines of dat doen de Vietnamezen en de Chinezen. Dus het de optimal currency area die werkt niet meer convergerend voor de onderliggende economieën. Je ziet het in Duitsland en de Verenigde Staten en Italië. Zo als, het, als het al niet um, gelijk blijft, dan daalt het. Ja. Dan, dan stijgen de verschillen door die, door die transferunie. En er oh, zit natuurlijk effectief al een transferunie in, in Europa. En, en die convergentie, die zien we niet. Nee. Uh, ook, ook Klaas Knot uh, maakt zich zorgen over de scheefgroei. Wat, ja, ja. wat natuurlijk uh, eigenlijk de belichaming is van die divergentie... in plaats van convergentie. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Adria Schouten. Uh, heb ik, ik heb ook wel, denk ik, uh, gelezen, ja. heeft iets gepubliceerd... Uh, voor Klingendaal, die laat, dat laat ook zien dat Zuid-Europa en Noord-Europa eerder divergeren dan convergeren. Ja. Oost-Europa, West-Europa lijkt wel wat meer te convergeren. Um, nou, dat, dat werkt anders. Oost-Europa, dat, dat staat ook in het rapport, je kon zien dat na de, na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd Oost-Duitsland bij West-Duitsland getrokken. De, dus de, die kregen voor hun Oostmarkt kregen ze een Westmarkt. Dat was al een enorme ja. uh, dot-subsidie die ze kregen. En al die bedrijven werden opgekocht en uh, in leven gehouden. En er werden miljarden van West naar Oost gepompt. Um, en dus die levensstandaard, de, 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 de koopkracht, die steeg toen. Maar de economie die, die ging helemaal plat. Want ja, de, wie iets kon, ging naar het West. En al die bedrijven daar waren Sovjet, die waren niks waard. Dus er is, zijn miljarden in die bedrijven gestopt om, om ze te moderniseren. Heeft niet gewerkt. Terwijl de Baltische staat en Polen. die kwamen uit dezelfde situatie als Oost-Duitsland. Die begonnen dus met een veel lagere levensstandaard. Maar die economie die vloog omhoog. Ja. En die hebben dus wel een lagere uh, levensstandaard. De uitkeringen zijn er lager dan in Oost-Duitsland. Maar die zitten wel in een land wat groeit. met een, een bloeiende economie. Uh, ze hebben wel enorme klappen gekregen tijdens de eurocrisis trouwens. Ja. Ze waren nog niet. Ze zat nog geen vlees op de bot, maar zeggen. Maar daarna is die groei weer hersteld. Toen gingen ze in de euro allemaal. En dan zou je zeggen: oh jee, dan breekt de eens uit. Nee, want zij zijn een snel groeiende economie. Dus hun productiviteit stijgt elk jaar. Dus als je er dan ingaat, in de waarde waarop je zit, dan, dan kun je keurig mee met andere landen. Ze kunnen zelfs het beter doen in de euro dan Nederland ja. en Duitsland, omdat wij toch een beetje op ons. Maximum aan te komen zijn. Dus de euro is voor de Oost-Europese, voor de Baltische staat en, en, en zou voor Polen geen probleem zijn. Hè? Polen is geen gemeente uh, van de euro. Maar die, daar zie je dat, die, dat Polen en de Baltische Staten dat die economische groei niet echt uit elkaar is gaan lopen toen de Baltische nee. staat in de euro ging. Maar als het weer een volwassen economie wordt, dan zou dat uh, hetzelfde probleem gaan spelen als wat, uh, wat Nederland uh, heeft. Ja, of ja. Uh, ja. ja. Als, het niet, als de munt niet meer past bij hun economische groei, dan krijgen ze problemen. Of ze ja. nou het uh, Nederlands probleem krijgen of het Spaanse probleem. Maar uh, voorlopig zie ik voor hen niet een heel groot nadeel om in de, in de euro te zitten. Nee, dus, dus een. een, een um... Een politieke unie worden, of in ieder geval die ever closer union, meer integreren. Dat is ook geen panacee, wat jou betreft. Want eh, dat verankert eigenlijk alleen maar de verschillen. Het zal niet leiden tot convergentie, maar zal zeker wel leiden tot meer ontevredenheid. Bijvoorbeeld in Nederland, omdat je niet ja. die gemeenschappelijke identiteit voelt, maar wel wordt gedwongen eh, grote bedragen over te maken. Wat hoogduin dan eh, becijfert op eh, 35 tot 70 miljard eh, per jaar. Ja, dat, 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 dat is een. Uh, daar kunnen we het misschien later nog even over hebben. Um, er zijn twee belangrijke dingen die we erover moeten zeggen. Amerika is een optimal currency area, maar als je dus de, de Amerikaanse bestuurstructuur zou kopiëren naar Europa, wat trouwens helemaal niet waar is, hè, want wij doen net allerlei dingen centraal die de Amerikanen niet centraal doen, en allerlei dingen niet centraal die de Amerikanen wel centraal doen. Dus de, we kopiëren de Verenigde Staten ook qua bestuurstructuur helemaal niet. Maar stel dat we dat zouden doen en, we zou, en de, de Italianen en de Spanjaarden zijn in geen 100 jaar zijn dat Duitsers. En dat moeten we ook niet willen, ook, want dan wordt Europa niet leuker op. Die verschijnheid is juist wat Europa leuk maakt. Precies. Dus dat moet je niet willen, maar... Um, de, de gedachten van de mensen die die centrale Europa hebben, die hebben nog steeds de illusie dat die transferbedragen zullen gaan zorgen voor convergentie en dat we dan allemaal even rijk zijn en dat we dan centraal bestuurd van Europa uh, gaan ingrijpen. Uh, Italië, jullie moeten je begrotingstekort dus wat terugdraaien en uh, Nederland, jullie moeten de lonen wat verhogen. En die gaan dat dan vanuit Brussel gaan ze besturen dat, dat die convergentie ook in stand blijft en dan denken ze dan hebben we een optimal currency area. Nou, Punt 1, dat gaat in geen honderd jaar gebeuren, want de Italianen worden geen Duitsers. Dus het mislukt. Maar de tweede vraag is: als het zou lukken, is het dan wel een goed plan? Ja. En dan is het nog steeds de conclusie: dan ontbreekt nog steeds in al die regio's die uh, monetaire welvaartoptimalisatie. Dus dan gaan we het als totaal toch slechter doen. En het ergste voor Europa is dan niet zozeer dat het slecht gaat in Spanje. Maar het ergste voor Europa is dat het dan de Nederlandse en de Duitse industrie begint in te zakken. Want die verkopen zich toch wel suf. Dus die innovatieve kracht gaat eruit. We verzwakken als totale zone uh, in zo'n uh, fictieve uh, um, optimal currency area als Europa. Verzwakken we nog steeds? En, uh, ik zeg, dat is een heel ander verhaal. Maar kijk maar naar Amerika. Daar wordt alleen maar in het binnenland wordt alleen maar defensiemateriaal geproduceerd. En aan de buitenkant, uh, in, in de kuststeden, heb je die high-tech bedrijven. Maar de, het, het industriële hart van Amerika, dat heet nu de Rust Belt. Alle gewoon productie van dingen is naar Mexico, naar China, ja. naar Europa. Maar omdat u de Amerikaanse munt ook nog eens de wereldreserve munt is. Een beetje wat je in het begin al aangaf. Uh, zijn er andere motieven om die dollar aan te houden? Is het daardoor extra vraag naar dollar? Waardoor de dollar, de dollar is veel de te duur is. De dollar is veel te sterk voor de En, voor en daarom ja, ja. hebben de exporteurs het daar lastig. En ja. dat verklaart ook waarom Trump populair werd. Ja. Ook al begreep Trump niet precies de reden. maar. Ja. Uh, maar interessant dat is... Dus... Precies, dat is die, die ja. opdeling in sterke en zwakke regio's, die levert problemen. Nou, in Italië heb je dat, in, in dat Oost-Duitsland wat achterblijft, daar heb je de AFD... Uh, dus je, het, uh, die, die onvrede neemt toe en je lost er niks mee op. En in Nederland zie je dezelfde onvrede natuurlijk. en Dat zie je eigenlijk al terugkomen in de, in de, in de verkiezingen, uh, de recente provinciale statenverkiezingen. Maar de, de opkomst van, van eurosceptische partijen, uh, dat is natuurlijk te, te, te verklaren door alles wat je net verteld ja. hebt. Ja, ook in, uh, de, dat, dat in Nederland, ja, punt 1, die koopkracht achterbij, maar... Het, Heel veel van de mensen die, de, die echte klappen krijgen, die stemmen niet. Hè? Dus de, dat de, nee. Je ziet alleen maar dat er nu een aantal mensen gestemd hebben op, uh, op de, de rechtspartij die, die vroeger niet stemden. Dat is wel een teken aan de wand. Maar je hebt dus in Nederland ook nog eens een keer dat de overheid een beleid voert wat uh, op, op hoofdpunten niet het beleid is wat de meeste kiezers willen. Ik heb dan, uh, dat staat ook op de site van MBMB. Uh, een rapport, uh, ik heb uh, een enquête laten doen door Peil.nl naar wat de Nederlanders nou vinden dat het beleid van Rutte 4 zou moeten worden. Dan zie je dat de stemmers op PVV, uh, uh, FVD, Ja 21, BBB, uiteraard, maar ook de stemmers op VVD en CDA, en de stemmers op de SP het eigenlijk allemaal eens zijn over het beleid in Nederland. Die willen een rem op immigratie. Die willen uh, een, 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 hoofdstukken... een zeer afgezwakt klimaatbeleid. Willen, zijn zeer voor de boeren. Willen geen uh, stikstofbeleid. Um, willen niet verder in de euro. Willen zelfs eruit. Hè, dus je, de meerderheid van de stemmers... die, die willen iets, maar in Den Haag komt... iedere keer een, een, een coalitie tot stand... waarin de linkse partijen... een ander beleid afdwingen. En ik denk dat wat je nu ziet... Dat dat de onvrede is van een groot deel van de bevolking over het beleid wat opgelegd wordt uit haar. En waar eigenlijk zeker buiten de Randstad eigenlijk nee. geen draagvlak voor is. Dat heeft nee. dus niet zozeer nee. monetaire oorzaak. Even in het kader van transparantie, Stichting Milieuwetenschap en Beleid, hoe, hoe wordt dat gefinancierd? Dat is natuurlijk jouw stichting. Maar ja. is dat financiëren met eigen middelen of ja, eigen middelen en, en donateurs. Ja. Uh, er zijn uh, mensen die af en toe bijdragen. En uh, uh, als ik zo'n groot project doe, als uh, het uitbesteden van zo'n berekening of die, ja. die enquête. Dan, uh, dan vraag ik een aantal uh, uh, grote donateurs van jongens, kunnen jullie een paar duizend euro bijdragen? Ja. En dan, uh, dan komt dat wel weer binnen. Duidelijk. Dus um, er zijn geen uh, belanghebbenden die de stichting financieren. Nee, maar nee, nee. Een, nee. Ja. In feite zijn het een, een man of drie, twee, drie die, uh, ja. die zeggen van nou, als, de, als we iets goeds doen, dan moet daar gewoon geld voor komen. Ja, want het, het doel van de stichting, dat heb je ook op de website staan, is het... het, het, het zet schet zich in voor het bevorderen van onafhankelijke journalistiek en wetenschap... en voor een verstandig beleid van overheden, instanties en bedrijven. Dus het is puur gedreven eigenlijk eh, doordat je zorgen hebt over welke kant we opgaan... en daarom wil je daar iets tegenover zetten. Ja, de, de, hebben, de, de journalistiek in Nederland is, is, uh, volgt enorm slaafs het narratief... van wat in de 70 jaar gegroeid is, wat eigenlijk helemaal uit de tijd is... maar wat nog steeds in Den Haag... En in de, in de actualiteitenrubriek en in de mainstreamkranten, op een paar na uh, gewoon het, de bubbel is waar mensen in zitten. En er wordt dus nooit kritisch gereageerd op, uh, op uh, klimaatnieuws, uh, laatste Buitenhof weer, uh, wat daar allemaal aan nepnieuws en aan onzin verkondigd is. Dat is ongelooflijk, maar het, 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 er wordt nooit kritisch op gereageerd, want het is het narratief. En dan is het toch zo, daar zijn alle wetenschappers het toch over eens. We, die, die hele kritische functies uit de journalistiek. Dus ja, wij we steunen af en toe ook journalisten in, in wat ze doen. door, door uh, te belonen voor goede stukken. Uh, maar ja, steeds meer besteden we onderzoek uit. om te zeggen: van, nou, let nou hier eens een keer op. dit, dit is echt heel belangrijk om ook mee te nemen in het debat. Dus ja, dat, uh... Want over het narratief gesproken... dat hebben we nog niet behandeld... maar CPB die, die heeft dan ook een rapport gepubliceerd... volgens mij was het uh, begin 2022... Uh, over de voordelen van de Europese ja. Unie. En, uh, en dat strookt dan niet met, met jouw bevindingen... Uh, maar dat komt omdat ze het monetaire verhaal niet meenemen. Hè. Dus zij kijken naar... oké, okay, door het weghalen van handelsbelemmeringen... Uh, kun je meer handelmerken drijven. Nou, dat spreekt voor zich. Dat heeft voordelen... Um, maar daar heb je ook het een en ander te zeggen. Misschien leuk als we daar nog even op inzoomen okay. voordat we afronden. Um, nou, dat, was, dat is een, een, een bewonderswaardig rapport. Want het is niet makkelijk om dat uit te regelen. Ze dus hebben een heel slim model bedacht om echt te gaan kijken van... hoe vertaalt nou het wegvallen van handelsbelemmeringen... Um, en het uh, wegvallen van wisselkoersen, hoe beïnvloedt dat nou de handel? We nou, moeten wel onderscheid maken. Handelsbelemmeringen die mogen niet van de EU... En de wisselkoers dat is de euro. Dus er zijn al twee voordelen die ze, die ze noemen... die je niet allebei aan de euro kunt toeschrijven. Nee. Um, maar dan, dat is ook puur wat ze gekeken hebben. Van wat, hoe kun je uiteindelijk die twee um, voordelen... hoe kun je die vertalen naar concrete uh, baten... voor Nederland en voor de, um, en voor de Nederlandse economie? En um, dan komen ze tot conclusies. Daar kun, kunnen we wat meer over zeggen... Het grote probleem wat ik met het rapport is... de, de, de kop waarmee het eh, aan de man gebracht is. Eh, want uh, wat zei die Nederland heeft baat bij een sterkere EU. 30 jaar EMU, EMU heeft Nederland een voordeel op veel terreinen gebracht. Kabinet 4, uh, Rutte 4, moet koersen op meer EU-integratie... met oog voor de eenheid. Dus er worden heel slordig EU en EMU door elkaar gehaald. Hè? EU en EMU worden door elkaar gehaald. Maar het zijn de conclusies die totaal niet uit het rapport volgen. Ze hebben één aspect bekeken van de, de, de euro en de EU. En daar hebben ze een getal aan gehangen. Maar je kunt pas iets zeggen... of de, de, de EU en de euro een goed idee is... als je alle aspecten bekijkt. Ja, waaronder het koopkrachtverlies... van, van uh, nou dat zullen inmiddels honderden miljarden zijn... van de afgelopen jaren als gevolg van ja. te uh, lage uh, koers. Ja, dus uh, ze moeten eerst maar eens een keer... tegen die cijfers van mijn kolommen moeten ze op. Ja. En dan moeten ze tegen die... die koop... Maar... Um, je kunt überhaupt nooit iets zeggen over, over zo'n verschijnsel, over een, een keuze om in de euro en de EU te zitten, als je niet alle aspecten meeneemt. Dus je kunt nooit zo'n conclusie trekken. En um, dan maken ze een rapport waarin ze zeggen: van we hebben puur dit gedaan. Dan zetten ze daarin een hoofdstuk waarin ze zeggen: er spelen nog andere dingen. Dat en dat en dat en dat. Maar in het hele rapport komt monetaire economie niet voor. Dus dan zeggen ze van... Nou, het is voor Nederland goed geweest... Hè, want we zijn een exportland... dus we hebben er baat bij gehad. We komen op geloof ik... Uh, 3,1% van uh, het GDP. Dat zouden uh, zou we te danken hebben... Aan, uh, die, aan de euro en de EU. Um, maar ook voor Spanje was het hartstikke goed. Dan zeg ik, ja, oké. Okay, Spanje die kan... Uh, heeft misschien... Uh, kan een SEA'tje uitvoeren... naar, uh, naar, naar Nederland. En dan heeft hij geen last van wisselkoersen... en van uh, handelsbelemmeringen. Maar... Spanje kan helemaal geen CAD exporteren, want die SEAT is drie keer te duur. omdat hun, omdat hun de, ja. de euro veel te duur voor ze is. Dat, aspect, dat effect is orders van grote, ja. groter dan het hele kleine voordeel wat zij bekeken hebben. En, en ze noemen het niet eens als aspect wat ze niet meegenomen hebben. En zo zijn er ook talloze niet-euro, maar wel EU-landen. die uh, een, net zo hard gegroeid zijn uh, sinds de invoering van de euro. En ze zijn er ook niet-EU, niet-euro-landen die nog harder gegroeid zijn. Dus, het is heel lastig eh, om dat ook allemaal dan toe te rekenen aan... Nou, in het tweede deel van mijn rapport uh, haal je er allemaal leuke voorbeelden van aan... die ik uit de grafieken gehaald heb. Waarbij iedere keer weer blijkt dat uh, er is op geen enkele manier te merken... dat het voordeel voor ons heeft. Bijvoorbeeld, het zou handelsbevorderend moeten werken. Zeggen, ja, Nederland heeft uh, 50, 25% meer export dankzij uh, de euro en de, en de EU. Ik zeg, oké, okay, dat is mooi... 25% in 20 jaar, maar onze export is met 120% gegroeid. Is eigenlijk veel te veel gegroeid. Ja. Dat had veel minder kunnen groeien. Dus wat voor baten heeft die 25% gehad voor Nederland? Misschien eigenlijk wel niks. Misschien was onze export al genoeg gegroeid. Ja. Maar dat hebben zij toch weer meegerekend naar dat GDP. Dus die 3,1% GDP. Ja, dan, dan moet je een kwalificatie leggen op het nut van die export. Ja. En dat is dus al een zeer de vraag. Want die export is zo groot niet door het wegvallen van. De handelsbevestigingen, uh, belemmeringen en de, de wegvallen van de wisselkoersen. Nee, die export is zo groot omdat de euro veel te zwak voor Nederland is. Dat is een orde groter effect. Dus dat staat er allemaal niet in. Ja. Dus die conclusies zijn niet te trekken. En uh, ja, dan, daarom uh, vind ik het niet, geen, uh, geen erg uh, sterk rapport. Het enige wat je kunt zeggen van nou, ze hebben gekwantificeerd wat het, uh, het voordeel is. En dat kun je dan gaan vergelijken met de concrete kosten die ik genoemd ja. heb. En dan zie je inderdaad dat het... Uh, ja, als je de, hun berekening gelooft, dat, dat die export zich inderdaad vertaalt in zoveel GDP. dat het een voordeel is wat, wat groter is dan uh, de kosten die, wij, die ik berekend heb, die we in ieder geval maken. Ja. Maar niet vergelijkbaar met de kosten die we maken in geval van crisis. Nee, duidelijk. Hey, en um, om het af te ronden, wat jij opgeschreven hebt, uh, is dat ook iets wat je wellicht dan ook kunt gaan publiceren? Bijvoorbeeld uh, bij ESB, het, het Economenvakblad, dat je het grondig uh, laat toetsen in de publieke sfeer door andere economen, dat er, daar uh, we hebben we natuurlijk gesproken over dat er misschien een commissie gevormd zou moeten worden ja, ja. Van, van, van hervormers en economen en experts over de toekomst van, van de euro. Maar is het ook iets om dit, uh, om, om dit bijvoorbeeld bij ESB te publiceren? Mocht dat voor zover dat kan? Uh, ja, ik weet niet, want dan, 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 dan zeg ik meteen, ja, dat moet dan een econoom schrijven. Ja, maar dat is ook Maar geen econoom. maar een label, uiteindelijk. Uh, ja. Maar dan, 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 dan beroep, moet je het hè? gaan inpassen in de denkwijze van de economen. Ik heb, ik heb een constatering gedaan als ingenieur. Zo werkt het mechanisme. En ik denk dat het de kern is van de monetaire economie. Um, wil je dat dan gaan inbedden in de economie, dan heb je meer kennis van de economie nodig, denk ik. Ik, ik sta ervoor open hoor. Maar ja. ik, uh, ik, uh, ik zou nu het nu leuk vinden als een econoom zegt: van nou, ik vind het een prachtig verhaal. Ik ga, daar eens, ik ga dat vertalen naar een economisch verhaal voor de blad. Zelf ga ik liefst nu meer tijd stoppen in de oplossing. Het geval... staat op de website. Ja. Mensen kunnen deze, deze, uh, dit gesprek bekijken. En ik, ja, ik hoop uh, toch wel met, uh, met, met leuke, een leuke oplossing te komen. die um, vooral uh, recht doet aan het feit dat we in al die alle landen die dan nog deel uitmaken van, uh, van onze monetaire groep. Uh, dat die dan uh, monetaire uh, welvaartoptimalisatie kunnen ervaren, waardoor ze allemaal kunnen groeien. Ja. Dat zou ook kunnen inhouden dat bepaalde landen dat, uh, dat die twee munten krijgen. Hè. Dus dat, dat er een, een verschil komt tussen Oost- en West-Duitsland en tussen Noord- en Zuid-Italië. Dat is dan uiteindelijk ook een mogelijkheid als iedereen optimaal wil kunnen groeien qua economie en qua welvaart. Dan moet je een flexibele monetaire systeem ja, hebben. Dat is natuurlijk een maken. beetje de droom van Arjo Klamer. En ook wel in lijn met allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen die je ziet. Dat het steeds makkelijker wordt om binnen een bepaald netwerk een eigen munt te lanceren. Dus ja. Ja. Laat, laat een duizend bloemen bloeien. Ja. Uh, ik, ik roep in ieder geval de mensen op die dat kijken. Als er economen tussen zitten die uh, graag in contact komen met, met Theo. Uh, laat het even weten aan ons of rechtstreeks aan Theo. En als je met Theo in debat of dialoog wil hier uh, voor de camera. Altijd welkom. Ik, ik ga er graag, graag bij zitten om het een beetje goede banen te leiden. Maar uh, ik vind het een heel, heel interessant uh, verhaal. Theo, de, de volgende keer wellicht met de oplossing erbij, gaan <makes heen> we nog gaan ja, met elkaar in gesprek. Waar kunnen mensen je vinden? Welke, welke manier? Helpen, info op MWMB dus op de website ja. uh, staat uh, mwmb, -M -M M -M -E m-w-e-n-b. Ja, ik zet alle links in de, in het, in de beschrijving, maar wil ik jou in ieder geval bedanken Theo voor het ja. uitgebreide gesprek. Ergens je ja. Dankjewel.